Ik was een keertje bij een etentje met allemaal. Spanje was er ook bij, toch? Ja. Hennessy etentje. En toen stond daar zo'n guy. En die had gekookt, zeg maar. Dus hij had, zeg maar... Of ik weet niet of hij gekookt, maar hij was de serveerder, zeg maar. Weet je toch? En hij ging vertellen over wat allemaal... Deze vlees heb zo lang gemasseerd. En het heeft deze gras gegeten. Het komt uit die berg, weet ik veel, allemaal shit. En toen zei die guy opeens van... eet smakelijk. En toen zei Ray Fuego... Is al op, man. Welkom bij nieuwe Rookworst. Kersteditie, speciale editie. Extra man aan tafel. Kevin Vakka. Vakka, hè? Je bent er weer? Ik stond vandaag op wedstrijdformulier. Ja, man. Niet, Vandaag gemeld, man. Vandaag was je erin. Ja, man. Mijn nigga Joost. Hij komt net van Linda Meij de fotoshoot. Gelijk hierin gekomen, Joost Vakka. Vakka, mijn nigga Spakka. Ik was in mijn slok, toch? Ja, sorry, man. Fakka. Ja, dat is toch wel. Je bent er? Zijn er. Jonah. Wow. Tosti. Ben er weer. Ik heb je vorige keer geen Tosti genoemd, hè? Volgens mij wel, man. Ja? We gaan deze keer gewoon die verhaal vertellen. Meneer Francis. See. Wat is papin? Ben er, man. Je bent er. Ik hoor je bent fan van het programma. Bro, ik ben fan. Ja? Fan. Master, man. Dood dat je er bent. Meneer Turk. Wagwan. What's poppin'? What's good? What's lekker? I'm gonna get back to eating. Yeah. Sowieso doof dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik zie dat iedereen ook zijn best heeft gedaan om toffe dingen aan te trekken. Ik was gisteren bij Suit Supply. Waar komt je pak, Kevin? Kevin. Goeie soepje? Ja? Doe nog één soepje voor Kevin als je niet wil. Maar, nigga. Ja, ik was gisteren bij Soetsen blijven. Van waar komt jouw pak? Deze heb ik van Jort Kelder geleend, man. Van Jort Kelder. Dat is die miljonair, toch? Nee. Ben je matties met hem? Ik ben bij OG geweest, man. Ah, dope. Ja, man. Ik ben ook voor die kotrijk. Moeten we wel zo weer terugbrengen, dus ik hoop dat hij weer schoon blijft. Jij bent ook voor die kotrijk gaan? Ja, man. Wat dan? Wat is dat? Wat betekent die kotrijk? Ja, ik weet niet, man. Ik ging liever voor die... Steve voor die Jobs. Dan voor die... Gooi een beetje Mac op, man. Ja, Steve Jobs. Steve Jobs. Dan voor die ook, ja, man. Ja? Ja, man. Geloof. Ik ging... het is weer zondag vandaag, toch? Dus ik ging vandaag trainen met Jiggy, man. Ik had Jiggy beloofd dat ik zou gaan trainen met hem. En van de week hoorde ik deze zondag ook nog rookworst. Dacht ik bij mezelf, god damn. Eerst trainen met... En ik weet toch, Jiggy zegt... Hij zegt, komt u nu? En je weet, Jiggy staat al 10 voor 10 voor de deur. Staat hij daar. En hij weet toch, hij gaat je ook niet bellen. Hij gaat nog even een mailtje sturen voor de deur, voordat je komt. Ik had hem zo ver gekregen, want ik zei tegen hem 11 uur. Hij zegt, oké, is cool. Ik ga even kijken, bellen, eventjes, weet toch. Hij zegt, okay, ik was daar. Precies om 11 uur, misschien 2 minuten voor 11. Dus hij was ook een beetje verbaasd. Je kent Jiggy. Je kent Jiggy. Zo. Tof dat je tijd bent, man. Hij zegt, heeft die dingen me helemaal kapot gemaakt. Wat heb je getraind dan? Wat heb je getraind? Ik heb vandaag voor het eerst zeg maar, met een personal trainer getraind, man. Dus dan doe je allemaal shit zonder gewichten. Zeg maar, je weet toch niet per se met gewichten en dat soort shit? Crossfit. Ja, met je body gewoon, zeg maar. Ik moest op de grond liggen, weet beetje ik squats en zo. Dus zeg maar, weet je wat? Hoe noem je dat kruislinks, zeg maar, je hand en voet zo tegelijk. En ja, dan toch, buikspier, ja. Dan, jij bent ook die man, is toch Joost? Mm-hmm. En dan die andere voet. Ik heb nog steeds spierpijn, man, G. Ja, heb je burpees gedaan? Wat is dat? Morgen nog erger. Weet je wat burpees is? Nee, man. Dat is zeg maar springen, ja. Een squat en dan opdrukken. Ja, en dan die zo hoofdschouder knieën in. Die dingen lijken op hoofdschouder knieën in. Ja. Andere hoofdschouders. Jij bent ook een trainer, toch, Joost? Jawel, man. Ik ben wel active mijn laatste tijd, man. Wat train je allemaal dan? Ik train op de bank. Wat doe je? Ik train op de bank. Ja, wat dan? Maar er was een tijdje dat je heel actief was. En, nee, ik ben super actief, man, bro. Maar gewoon niet echt met een doel van alsof ik kast wil worden of iets of zo. Dat is niet wie ik ben. Maar gewoon, ik was een tijdje na die shows. Was het wel, je weet toch, die corona shit, geen shows meer. Het was wel gewoon eventjes moe van niks. Van
weet toch, ik was actief door die shows. Ik had niks meer, zeg maar. Waardoor ik, je weet toch, waar ik dat ding even in kwijt kon, toch? Ja. Ik ging af en toe naar de gym, maar toen ging ik opeens veel. En dat heeft me gewoon lekkerder in mijn vel laten zitten of zo, man. Dus ik weet niet, man. Ja. Het helpt gewoon goed, man. En je voelt ook gewoon dat je veel meer met je lichaam kan. Ik ken Spanken gaan en Turk. Ik ken Spanken en Turk soms. Turk is hoe vaak is Turk mee geweest nu? 2 keer of zo, hè? Ja, dat is alweer 3 jaar geleden, jongens. Kom nog niet op het rijden. In de zomer, hè? In de zomer fiets alleen. Nee, maar ik fiets nog steeds af en toe, hè? Oh, ik dacht dat je toen naar de gym ging, dat je dat zou zeggen. Nee. Vertel over die ene keer dat je meeging naar de gym, bro. Wat dan? Weet je niet meer? Nee, wat dan? We gingen die benchpress doen. Ja. En hij ging in die... Maar vertel even, zwaar, hij ging vertel even ook dat jullie verbaasd waren van... Hij gooide die zware gewoon. Uh-huh. Maar wij zeiden de hele tijd, bro, doe rustig gewoon. Je weet het. You gonna hurt yourself. Ja. Ja. Volgende dag die Wallace in een soort van... Ik had zijn armen niet meer bewegen. Hij had het wel gepusht. Jawel, man, dat wel. Hij had het wel gepusht. Hoe vallen jullie gewoon direct dan? Ik weet niet, joh. Ik weet niet wat jij doet. Jij bent op andere dingen, man. Jij bent op mensheld. Nee, man. Was het maar zo. Heb je dat al gedaan? Nee, man. Nee? Mm-mm. Bezien heb je het wel gedaan, hè? Geen idee, man. Nee? Volgens mij zag ik iemand op die mensheld. Of was jij dat, Joost? No, man. Fuck met jou. Train jij je kanaal? Ik ben weer begonnen, joh. Ja? Je lacht. Waarom? Nee, ik ben weer begonnen, maar... Een beetje revalidatietraining. Hoe bedoel je voor? Ik had mijn bovenbeenspier gescheurd en mijn knieën, zeg maar, ja. Bij Bali? Ook, man. Hoe bedoel je? Seksblessure? Nee. Soms heb je dat ook bij seksblessure. Springen. Hè? Springen. Met shows? Ja, toch. Serieus? Ja, man. Je zo heftig springen dat je, zeg maar, dat je... Rugpijn, kniepijn. Ja, dus de dokter zegt tegen jou van, dat is die Tori. Niet eens, man. Ik ben zelf gaan, man. Fysio. Ah, en die fysio zegt tegen jou van, waarschijnlijk ja, om te springen. Shout-out Fysio Lab. Hard. Echt korting. Ik moet ook fysio. Ik hoop het, man. We hebben dat nog niet besproken. Als je krijgt door deze Tori, laat me weten. Ja, dat komt ook. Fysio Lab, weet dat ik oh, dat is die lepel vandaag. Waar hebben jullie het over, boys? Die mac and cheese, hè? Wat is het? Ik heb het toch buttersauce beloofd. Of niet? God damn. Buttersauce? Ja, buttersauce. Maar jij gaat hem op die buttersauce, man. Ja, yeah, dog. That shit delicious. Maar hoe kende je dat al? Ja, man. Ik zeg je eerlijk, buttersauce is voor het... Dat heb ik voor het eerst bij Kassa gegeten, man. Ja. Tenminste, ik zeg jou is zeg maar junkie erop. Ik heb het voor het eerst in New York gegeten, man. Toen je ouder was al, of zeg maar, toen je... Niet als een little kid. Nee. Ik was wel al... Ze hebben ook expres al die mythes. Ik was wel al grown. Dat zei ik dat ook al. Wanneer gaan we naar Amerika, man, Bundy? Wanneer kunnen we? Deze squad zou gek gaan in Amerika, man. Hey, zeg je eerlijk, man, bro. Wow. Hey, Spanker, wist je nog? Miami, hoor. Deze squad, ja. Stripclub. Maar we kunnen niet veel stripclub, want dat hebben we al vaak besproken. Maar deze squad zou, zeg maar, echt kwijt gaan in Amerika. Ik ben met Joost geweest, man. Ik ben met Kevin geweest, ik ben met Spanker geweest. Ik moet met wij zijn ook op vakantie geweest, ik ben met jullie nog... Ja, maar laten we dat doen. Met John ben ik al... Nee. Weet je wat tegenkomen? Ook niet. Carnaval. Volgens mij ook niet. Carnaval. Jullie zijn ook geweest. Ik ben met John ook. Joost heb een keer een ticket voor mij betaald, boys. Ik ook. Hey, Joost heb een keer een ticket voor mij betaald, boys. Yo, boys. Joost heb een keer een ticket voor mij betaald. Spanker. Joost heb ik een ticket van mij betaald. Naar La Cura. Nee, joh. Nee, disrespect, man. Wallah, disrespect. Ik ga ook nog geen ticket voor jou. Maar dan heb ik het goed gemaakt. Joost, ik heb het ook goed gemaakt, toch? Hoe heb je het goed gemaakt? Toen je die show moest doen, was ik met jou... Wie gaat naar Cura voor 3 dagen? Bandy. Omdat ik moest goed maken met Joost van shit. Weet je toch? Ik heb show... Ik dacht dat hij mee was gaan naar LA, maar die ticket had ik ook voor hem betaald. Wauw! Nee! Oh nee! Nee! Ik dacht, maar wow. Sorry, broer, je kwam niet. Wow. Je was
Joost had alle tickets voor jou. Joost is ticket service, man. Joost is op ticket service, man. Take me somewhere, dog. Like, what's up? Ik wil proberen extra te ontwikkelen. Ik ben je morgen, man. Nee, maar, die LA, die hadden we gewoon, die had Kees betaald, toch? Ja, snap je daarom, maar ja. Ik zou naar Kees, man. Kees betaalt veel shit. Kees betaalt onze jonker vandaag. God damn. Kees betaalt deze food vandaag. Ik ga binnenkort chillen met Kees, man. Ja? Jullie gaan matties worden? Ja, man. Ik had laatst, dan komt er die gesprek die wij hadden, toch? Ja. Ik zei tegen Turk van... Kees is chill. Kees is relaxed, man. Kees is relaxed, man. Mensen hebben altijd een soort van, ik weet niet wat die theorie is, maar mensen kijken altijd van, je kan gewoon fadoes bossen, je kan gewoon chillen, je kan gewoon smoken, je kan gewoon... Ga je mee? Ik ben ready om te gaan, man. Hij gaat sowieso met gepaneerde duivelhart komen. Of, God damn. Wat? Ja, gepaneerde duivelhart. Wauw. Nee, duivelhart. Duiven. Deze zijn al die rare dingen. Walla, ik hoor de duivel. Gewoon allemaal gekke shit altijd als je het over Kees hebt. Maar zij zijn met die bordensaus echt gedaan. Jullie praten gewoon eroverheen. Zijn er borden voor de zijkant? Laat de gast ook eten, man. Ik zie alleen... Kijk, hey, wie moet? Ik hoor al een paar niggas fluisteren. Wie moet afvoeren? Is het barrensas? Ik heb barrensas. Top, man. Shit. Top spul. Man. Hier komt de barrensas. Top spul. Maar ga even een beeld doen. Hey, maar Johnna. Barrensas, hij is nog heet ook, boy. Hij is nog heet. Meila. Lekker, man. Ik ga hem gelijk doorpassen. Ja, damn. Maar dit moet eigenlijk... Ik heb deze kant. Ja, dit moet eigenlijk met... Wat is dat? Met rijst eerst, man. Dus je moet eerst rijst zetten. Hey, Jospa, neem je wat is een goede takje? Wat doen jullie altijd tijdens kerst? Wat doen jullie altijd tijdens kerst? Bidden, broer. We hebben niet gebeden. Doe jij even eentje. Oké, jongens, ogen dicht. Ogen dicht. Wacht, dan laat ik dit even. We hebben niet gebeden, man, boys. Niet gebeden, man. Faya zijn jullie, man. Nee, ja. Oké, ik doe mijn ogen dicht. Oké. Iedereen doet eventjes een eentje, ja? We beginnen bij Frenna en dan gaan we zo, ja? Shit. God bless the farmer, the cooker and the eater. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ja, oh, amen. Iedereen moet amen zeggen. We gaan zo toch? Ja, toch. Okay, cool. Jij bent niks. Nee, jij gaat zo. Hij gaat zo juist, man. Doe me een aantal. Broer, gooi die prayer, man. Oh, ik ben geen enkele prayer. Nou, mooi. Je kan gewoon praten met God. Prayer is gewoon praten met God op jouw manier. Oké, dan spannend. Denk ik. Voordat ik zeg maar, weet je toch? Ja. Je was super zeker en ineens onzeker, broer. Nee, want misschien zeg maar, zijn misschien mensen die zeg maar, dieper in dan denken van dat het misschien of vinden dat het niet zo is, toch? Ja, you gotta find a respect, everybody. Respect. Ah, en spannend. Die van mij scoort gewoon. Ik zeg je alvast van tevoren. Vader, zegen deze maaltijd in Jezus' naam. Amen. 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 Hey, bedankt dat we hier allemaal zitten met z'n allen. Dat we weer een jaar doorgekomen zijn. Dat we hier allemaal gezond aan tafel zitten. En zegen deze lekkere maaltijd. Preach. Preach. Amen. Preach. Mooiste tot nu toe, hoor. Yo, ik wens iedereen helle love en helle cash en helle kerst, man. Je weet zelf. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wacht, ik moet mijn ogen dicht doen. Je kan niet zo beginnen gelijk. Sorry, dan voel ik me dit. Je moet allemaal... Zeg mij even eerst dan. Ja, maar hij is snel toch. Oké, sorry. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, zegen deze drank en spijs. Amen. Amen. Hij was iets langer, hè? Dit keer. Ligt bijna op een first. God bless iedereen aan tafel. God bless iedereen die het minder heeft dan ons vooral. Wauw. Je weet toch? En, Ben you the first that said that? Gezegend dat we hier met z'n allen mogen zitten, boys. Zeker. Je weet toch? Major love. Ja. Wauw. Amen, man. Laten we 2020 snel achter ons laten. Hef, ik denk... Moet je na deze gebed nog... Na naam nog komen, denk ik... Of denk nee, ik maar Turk is Ems. Er is een puntenscore op school. Turk is een Ems, hij is op puntenscore. Zelf zijn gebed kan je niks goed doen. Kan je zelf zeg maar in een soort pure moment kan je niks goed doen. Wauw. Shout out to you. Dan ken je toch hier al mindwerk? Iedereen is een mindwerk zo. Do a prayer, dog. I gotta do a prayer? Yeah. Ja, man. Ik wist niet dat jij nog... Ja, ik wil bijna een hap gaan nemen, man. Ik heb ook niet echt een prayer, maar ik ga mijn best doen, ja? Ja, toch. Ogen dicht, alsjeblieft. Ja, toch? Ja, dankjewel voor deze eten. Dankjewel voor alle mooie dingen in onze leven. I love you, bro.
dankjewel voor jullie die vandaag allemaal hier zijn gekomen. Dat iedereen hier veilig is aangekomen. Ik hoop dat iedereen weer veilig thuis kan aankomen. En ik hoop dat we ook uit deze situatie komen waar we nu met z'n allemaal in zitten. Heel de wereld in zit. Ja. En dat we gewoon ook in 2021... Hé, hey, hij is Carlo lang, maar broer. Wow. Take one little bite. Hey bro, Jonna is de grootste. Waarom ben ik de klootzak, bro? Ik zie dit, man, broer. Wauw. Jij zit in een soort speech over love die man zegt, I love you, bro. Daarom, bro, laat die maar aanmelden. Laat die maar aanmelden voordat je gaat happen dan, Jonna. Amen, amen, amen. Amen, man. Eet smakelijk, man, boys. Eet smakelijk, boys. Je hebt die barren zelfs altijd, man. Ja, man. Shout out naar Jonah, man. God damn. Pak het aan. Hebben die mensen, willen jullie eten, jongens? Ja? Pak hem bord dan. Ik ga je gelijk. Kom dan, pak het dan. Shit, boeriebak. Kom, pak, kom, pak. Even deze juice. Kom, kom. Wat wil je? Cheese, salsa, hij is gek. Hij is effect, man. Zeet, zeet waarschijnlijk. Valt mee. Twee handen. Kan van banken. Wauw. Shot naar mij. Shot naar mij. Zo droog maakt het, ja, man. Ay, nee. Iedereen jij wilde deze, toch? Ja, man. Everybody straight, denk ik wel, hoor. Ja? Ja, man. Dat is echt een idee. Ga één mais pakken. Hallo? Dat gaat fout, man. Ja. Oké. Okay. Ah, ah, yeah. Ja, maar je hebt doekje, je hebt doekje. Spanker got the juice. Spanker got the juice. Flowing. Spanker got the juice, flowing. Factuur kan gewoon naar de... Ja? Rockhort. Goeie journaal. Wacht, maar je weet de adres niet, nu. Deze tijd de adres hoeft niet te kloppen, hè, bij factuur. Nee? Maar voor de juiste rookworst geroepen, man. Waarom weet Frenna dat? Wat zijn de vier takjes van? Nee, dat is de oude lijn. Ja, maar wat doen we nog meer bij je? Wat doe je nog meer, zeg maar? Wat doen jullie nog cadeautjes, meer bij wat zijn de cadeautjes, bro? Ja, man, bro. Vakka. Echt, man. Je hebt iedereen pak laten halen, nee. Vakka. Weet je wat het idee was, zeg maar? Spend een beetje op je matties, man. Vakka, man. Even oprappen ons, man. And you get a jonko. And you get a jonko. Ja, iedereen heeft jonko gekregen. Iedereen heeft al jonko gekregen. Oké, dat is wel waar, man. Oké, maar thanks, man, bro. Dankbaar. Hella love, bro. Nee, maar die idee was, zeg maar, eigenlijk om loodjes te doen. Zouden jullie dat tof vinden? Ja, toch? Jawel, man. Wat zijn dit? Oké, okay, willen jullie loodjes doen? Zullen we loodjes doen? Ja, toch? Twaneman, kan je even loodjes fixen? Twaneman, fix even loodjes met onze namen erop. Dan doen we dat nog. Maar wat wordt het dan, zeg maar? Wat loten we nu? Hoeveel money gaan we spenden? Doe niet gewoon. Nee, maar wacht. Dus zeg maar, degene... De naam die je trekt, voor diegene moet je iets kopen, zeg maar. Mm-hmm. Hoort, hè? Ja, toch, dat is leuk. Je weet, als je Frenna trekt, heb je probleem. Hij heeft alles al. Ja, weet toch? Als je Frenna trekt. Waarom? Je komt met iets van 10 euro, maar ga kijken. Nee, ben gek. Nee, stop met dit. Oké, dus je mag je naam opschrijven. Laat het maar maken. Stop met dit. Oké, dus je mag je... Dus wat is het budget? Ik weet niet, man. Banku. Maakt niet uit, man. Wat jij wilt spenden, man. Barkie, zo. Ja, Barkie. Ik vind Barkie wel een goeie. Ja, man. Dat zei Kevin Doezel. De niggas met de meeste money meeste moeten spenden. Eerlijk. Dat is ook een goeie. Nee, kijk, weet je wat die tory is? Het moet, zeg maar, op een tory zijn dat je een beetje creatief moet zijn, zeg maar, met je money. Je moet iemand impressen met een barkie, zeg maar. Snap je? En dat is moeilijk. Begrijp je? Met een barkie? Ja. Ik weet al wat ik zou kopen. Voor wie? Een boek. Voor wie, zeg maar, iemand? Jij komt met je rich. Voor mij. Voor Frenna. Wat zou je voor Frenna kopen? Frenna zou ik kopen, denk voor een barkie? Dior sleutelhanger. Dat was gewoon voor mij. Nee. Ik denk dat je... een luchtje, ik zou wel komen met een luchtje, denk ik, of zo. No. En no, voor mij? Maar hij is toch niet verrassend? Dus is niet verrassend, maar, zeg maar, van met een barkie, zeg maar. Met een barkie, zeg maar. Het is iets standaard nu in de uitverkopen, nou, met het voor, je, toch? En wat? Met mooie verpakkingen. Wat zou je voor mij halen? Voor jou? Ja. Tosti-apparaat en bij macro en dan gelijk tante dozen met die kant-en-klare tosti's. Met vlam tosti's. Lusje vlam tosti's. Ja, man. Ja. Nee, ik loop. Wat zou ik voor Jonna halen? Voor Jonna zou ik, denk ik, FIFA. FIFA halen, man. Wat heb je al? Ja, FIFA-punten zou ik voor jou bij. Dan kan je ook meedoen. Zit in FIFA. Nee, maar dan kan hij meedoen met Ultimate Team. Ik zou gewoon die eerste barkje FIFA-punten voor hem kopen. Ik zit bij die FIFA-team. Oh, je betaalt niet voor FIFA. Hij zit in FIFA, bro. You trying to talk FIFA with him. Hij zit erin. Ja, come on. Maar zeg maar van de Ultimate Team. Hoe zit je erin? You don't want to be there. Ik ben gewoon bij die FIFA Volta team. Ah. Door Edje. Shout out Edward van Gils. Ja, ja, ja.
Maar je doet geen Ultimate Team, toch? Nee, doe ik niet. Daarom, dan zou ik je de eerste barkie, dan zou je erin komen, het model zien. Weet je toch? Wat zou ik doen? Wat zou ik voor Kevin kopen? Kevin is niet moeilijk. Kevin is makkelijk, man. Kevin is alles cool. Oh, thanks, man. Nee, omdat, ja, nee, je weet van Kevin toch? Hij is gewoon van, hij vindt alles cool, man. Oh, ik ben wel benieuwd wat je voor me zou bij. Pakkie peuken. Sloffie. Ja, top, okay, toch? Okay. Bijvoorbeeld, dan zou je blijven. Wie, aan deze hoef je weet niet geen pakjes te kopen, pik. Lesje Don Julio. Wie zou ik het moeilijkste vinden om eens te kopen? Ik denk iedereen wel, man. Ik denk dat ik wel eruit zou komen, zeg maar. Ik denk wel dat ik het wel moeilijk zou vinden, gewoon voor iedereen wel moeilijk zou vinden, man. Ja, en wat zou jij bij je dan? Voor jou. Voor een barkie. Pedicure. Hij geeft om je. Wow, hij heeft dynamiet op jou gegooid. Nee, weet je wat dit is, zeg maar? Weet je wat dit is, zeg maar? God damn. Nee, weet je wat dit is, zeg maar? Grote Spanka explosie weet het, op tafel. Dit is iets wat ik vaak... Spanka heeft deze vaak op mij gegooid en ik zeg hem altijd van... Mijn tenen is een keuze. Wat? Mijn tenen, de staat van mijn tenen, de uiterlijk van mijn tenen is een keuze. Snap je? Waarom kies je ervoor om zo te zijn, man, broer? Omdat, zeg maar, ik vind gewoon, zeg maar, voor een, in 2020 word je als... Moet je als man, zeg maar, heel veel dingen doen. Ja, hebben we... God damn, man, ik hou van jou. Ik vind dat je in 2020... Love you, bro. Hello, you, bro. Hello, you, bro. Ik vind dat je in 2020, zeg maar, heel veel moet inleveren als man, toch? Als man zijnde. Van, zeg maar, als je oksel en je edele delen niet scheert, dan ben je... Dan zeg, vind de chickies je raar. Als je, weet ik veel, niet af en toe een maskertje doet, ben je raar. Zeg maar, terwijl het allemaal, zeg maar... Is het raar? Nee, maar zeg maar gewoon voor... Wat praat je mestories en zo? Nee, toch? Wat dan? Praat je mestories en zo? Nee, gewoon een maskertje gewoon, zeg maar. Voor sommige guys. Ik doe die blackface. Oksels kunnen toch niet kaal? We zijn toch geen vrouwen, bro? Wat zeg je? Je oksels kunnen niet kaal, toch, bro? Nee? Doe je oksels niet kaal? Nee, bro. Ook niet? Doe je ook niet? Nee? Ik ook niet, maar ik dacht de laatste wel aan. Maar bro, dan heb ik... Laten we doen een keer. Nee, klopt niet, bro. Huh? Die beenhaar van me gaat omhoog, broer. Denk je? Nee, maar het is gewoon overloop. Naar Beerman, bro. Ik denk echt goede overloop, bro, man. Nee, ja, ik doe overloop. Overloop. Ja, maar niet kaal. Je hebt overloop en je hebt kale overloop. Hoeft niet, bro. Ben je lauw, bro? Ik denk dat sommige vrouwen daar ook wel weer wel van houden, man. Die gladde. Gabber? Ja, ik ben wel glad, man. Ik ben wel gabber glad, man. Maar daarom zeg ik, wil dit wel. Moet dat in 2020 zijn, man? Nee, moet niet. God damn, boys, hoe zijn we op deze topic gekomen? Ja, deze man is ook zo hard. Van skat, hoe kwam we hier, man? Oh ja, oxygen. Nee, mannen, want mannen, zeg maar, dat is mannen, zeg maar, van. We were talking about your toe, bro. Ja, maar dat is voor me. And that motherfucker ugly. Let's just say it how it is, bro. Je weet toch? We zijn mannen toch, man, bro. We weten nog een keer. Ja, was een keuze zijn. Ja, maar dat ga je meteen. Dat heb ik dus om baard te zetten en weet ik voor wat allemaal. Dat heb ik dus met mijn tenen, snap je? Dat heb ik dus met mijn tenen. Dat ik denk van, zeg maar, van ik doe al zoveel dingen, zeg maar, dat ik gewoon meteen gewoon... Laat ze gewoon lelijk. Laat ze gewoon van monument. Voel je, ja, dat gevoel, heb je dat nog een beetje gegrind? Die monumentgevoel, zeg maar, dat je gewoon... Monument. Don't touch it. Leave it. Zeg maar, monument. Ja, wauw. Dat is, zeg maar, het enige wat nog, zeg maar... Spanker. Bro, dit is echt de zwakste excuus, man. Nee, tuurlijk niet, man. Ik wil het gewoon houden, origineel houden. Original tools. Ja. Jij niet. Wat? Heb je wel eens pedicure gedaan? Ja, één keer, man. Pedi. En? Maar je bent niet, zeg maar, aan een man lieb. Nee, dat niet, man. Wie is op een man? Doe je dat te vragen? Nee, man, bro. Mijn moeder is pedicure, man, bro. Wat dan? Mijn moeder is pedicure. Gek ook, hè, zeg maar. Voor oude mensen. Ik zou je moeder er niet aan doen, man, Joost. Bro, mijn moeder, broer, ik weet niet hoe ze deze shit doet, man, bro. Echt gewoon echt, maar bro, weet je wat haar motivatie is, bro? Ze heeft oude mensen... Die mensen kunnen een soort van niet meer goed lopen. Zo heftig kan het zijn, hè, zeg maar. Zij is eigenlijk medisch pedicure, mijn moeder. Sinds een paar jaar is daarvoor een opleiding gedaan. Was ze gelijk goed, hebben ze haar gelijk... Sinds een paar jaar. Maar het is goed, dus hoor, pedicure. Ja, man. Toevallig weet ik er wel wat over, man, bro. Je weet toch, het is... Goeie, bro. Eerlijk, vaak, hè? Het is easy. Niet vaak, maar het maar is wel ik ga ook goed. Niet. Als ik het doe, voel ik me ook goed. Soms je nagels kunnen in je huid groeien, hè, bro. Dan moet je ze recht laten knippen en zo. Zeg maar, het is wel belangrijk om soms te doen. Iedereen is klaar met eten? Ik ben laatste keer op vakantie. Is klaar met eten? Op die airport. Dan ga ik het nemen. Ja, ik ben nog niet... Ja, bijna. Take your time, Jonah. Ik hou van Jonah, man. Hij is de beste,
Jonah, waarom noem ik je Tosti dan? leg uit, bro. Nee, man. Ja? Leg uit. Leg uit. Oké. Het was een schrijverskamp. Ik kom aan bij de schrijverskamp. En van wie is het? Van Ivelang of Jay? Jay, hè? Dus ik kom aan bij de schrijverskamp. Zeg maar, hoe ik binnenkom, zeg maar, zijn niggas ruzie aan het maken in de keuken voor Tosti. Wie staat in de midden en wie schreeuwt het hardste, zeg maar? Jonah, jong, hij is nog jong, hè? Nee. Jij hebt al 2 op vandaag, man. Schreeuwen, bro. Deze dag, ik noem die man Tosti. Hoe lang geleden is dat? 6 jaar of zo. Ja, dat is wel lang geleden, hè? God damn. Shit, zullen we beginnen met lullen? Kevin zit er alweer geïrriteerd uit. Ik ben er alweer klaar mee. Hoe lang doe je zoiets? Komt er een soort kerstliedje op de achtergrond nu? Ja, eigenlijk wel. Moet wel, man, broer. Ja. En Bram Krikken komt straks een optreden geven. Lauw. Nee. Lauw. Weet je waar ik het over wil hebben, boys? Dromen, man. Hoe gaan jullie op dromen? Wat denk je als ik zeg dromen, zeg maar? Wat betekent dromen voor jou? Doe je letterlijk gewoon dromen? Ja. Letterlijk dromen of gewoon dromen of goals? Ja, slaap. Ja, man. Lekker, Nico. Want bij ons in de Antilliaanse dingen is het zeg maar zo dat elke droom een soort van betekenis heeft. Mensen geloven dat dromen betekenissen hebben, zeg maar, voor het echte lijf. Mm-hmm. Heb je dat ook? Mm-hmm. Mijn moeder heeft dat wel, man. Ik zeg eerlijk. Mijn moeder, maar... Hebben ze ook? Wij zeggen... Om het even neerleggen. Wij zeggen dat je 3 soorten dromen hebt, zeg maar. Dus inderdaad een positieve boodschap van Allah, zeg maar, van God. Dus een positieve boodschap wat iets positiefs op jou kan hebben. Je hebt inderdaad gewoon de wetenschappelijke, waar je bang voor bent of wat jou blij maakt of iets, zeg maar. De menselijke droom, eigenlijk, zeg maar, een beetje de normale, want we dromen elke dag toch, zeg maar. En je hebt ook de droom van shitan of, je weet toch, datgene wat jou probeert te irriteren of te pesten, zeg maar. Je weet toch? Ja. En die kan ook. Je weet dus, zeg maar, mensen, ik weet niet hoe het bij anderen, zeg maar, is. Maar zo heb ik het meegekregen als ik het op deze manier goed heb uitgelegd, zeg maar. Dus je hebt 3 soorten varianten van dromen. Droom je zelf nog? Ik droom heel weinig, man, bro. Maar als ik droom, dan blijft het wel altijd eventjes, je weet toch, even zitten bij me of zo, man. Omdat ik zo weinig droom. Ja, en wanneer ik ook eventjes... Toen ik op expeditie ging, broer. Toen was ik niet alleen van Jonko afgekikt, broer. Toen was ik van suiker, van cafeïne, van... Laten we zo praten over expeditie. Alles. Toen ik terugkwam, broer. Hé, broer, je zit in lape films. Pak hem met de kent. Nu komt kerstliedje, Turk. Waarom doe je dat? Ai, nee. Ik bedoelde in de edit, man, broer. Nu komen we eens met je mensen, man, broer. Ai. Professionals, daar, come on. Is wel lauw. Nee, is wel een mood. Het is wel een setting. Geef wel een... Maar als je wat is de laatste droom, zeg maar, die je gehad hebt, zeg maar, die echt iets betekende voor jou? Dat je dacht van, oké, ik kon hier eens uithalen. Kijk, die muziek moet uit, man. God damn. Ja. Ik weet niet, man, waarom. Ik weet echt niet, man, bro. Nu vraag je me echt een moeilijke vraag. Zeg maar dat... Ik herinner mij niet veel dromen die nu echt op mijn netvlies... Heb je niet soms dat je, zeg maar, iets meemaakt, gewoon in het dagelijkse leven, en dat je denkt van, ik heb dit gedroomd, man. Déjà vu. Dat heb ik wel, man. Maar ze zeggen dat wij, zeg maar, blowers, 's nachts niet dromen, omdat wij 's middags eigenlijk tijdens het blowen, ben jij heel de dag aan het dromen. Ja, toch. Snap je? Jij zit het... Volgens mij heb ik dat van jou gehoord, man. Ja, toch. Dit is wel een dream. Give me my credit, man. Ik heb ook een droom van. Ja, man. Dat is in rotation. Wat had je gedroomd, Fred? Nee, maar dat is waar. Wat is dat? Hè? Wat? Wat is er, Fred? Je droom hier? Nee, ik heb ook niks gedroomd, man. Nee? Deze droom is wel even... Ja, was een rare droom. Die is een rare droom. Wie heeft een natte droom gehad? Ik heb het nog nooit gehad, man. Ik heb er nog nooit gehad, man, bro. Nog nooit? Bullshit, toch? Ik was geïrriteerd, man, bro. Want ik hoorde lauwe tories als Chiman. Ja, man. Hé, dit in mijn droom. Dacht ik, je motherfucker, jij wil, waarom... Ja. Maar ik was wel jong actief, man. Ik hoor die shit op school en zeg, natte droom. Je voelt een lekker gevoel en zo. Ik zoek die ding elke avond. Ik word soms wakker. Ik denk van, wanneer ga ik spuiten, man? Vaker.
Ja, man. Ze hadden helemaal jeugd verpest door die shit, man. Is dat? Maar niemand heeft die shit aan tafel gehad, boys. Ik volgens mij wel, man. Vaag is. Wat dan? Vaag is, man. Maar wat, waarom denk je dat? Voorvocht. Als je in je slaap of in je... Wakker worden. Rond mijn 12e of zo. Wat had je dan? Huh? Voorvocht. God damn. Of je jockey bedoel je? Ja, man. Altijd diepe, rare, aparte vragen. Nooit over zo'n pakkie. Maar wat was het dan? Wat dan? Je jockey. Ja. Linkerkant of rechterkant? Jammer. Picturing John O'Reilly. Chill out, man, bij dan. For real, dog. Chill out, dog. Shit, creepy. Nee, maar gewoon, ik wil snappen waarom hij dat wel vindt. Ik heb nog nooit iemand anders om me heen gehoord die dat zei. Wie doet dat? Ting, 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 achter. Ja, top, kans, weet je dat niet meer doen? Oh, de kans maakt braspent. Ah, tof, man. Kaas is braspent aan het spelen daarachter, man. En deja vu's. Ja? Ja, die heb ik wel vaak. Constant, man, broer. Ja? Ja, man. Hoe? Weet niet, alsof... Wat was je laatste deja vu? Ben ik al vergeten, hoor. Ik zeg heel eerlijk. Ja. Maar ik heb het wel vaak, dat weet ik wel. Ik ook, man. Deja vu, dan gebeurt er iets, dan denk ik van, joh, ik heb dit gedroomd, manji. Precies hoe het ging ook. Dat je al een beetje kan voorspellen ook. Nee, maar dan is het moment al gebeurd, zeg maar. Het is nooit in het moment. De moment gebeurt, dan denk ik van, god damn. I tried that shit. Ja. Heb jij dat smaken? Ja, man. Waar ga je dan? Gewoon die momenten toch, dat je ze beleeft en dan denk je van... Hoe denken jullie dat het komt dan? Ik weet niet, man. Dat is raar. Maar... Dat is vloek. Ik heb ook geen vloer. Ja, het lijkt alsof je het al hebt meegemaakt of zo, toch? En die kleine resultaten. Het lijkt alsof je dat moment al hebt meegemaakt of zo. Maar ook precies ja, zo. Ja, precies dat. Man. Ja, ik snap het ook niet, man. Maar dromen is sowieso één diepe tori, bro. Dus je weet toch. Misschien is het ook wel een manier van dat je onderbewustzijn, toch? Je messages stuurt terwijl je aan het slapen bent, snap je? Van wat er kan komen of, snap je? Dus dromen is best wel een soort diepe topic. Ja. Eigenlijk. Is het ook. Trying to get deep. Trying to go deep, dog. Trying to go deep. Maar zeg maar ook dromen in life dan. Zeg maar, denk je dat je... Vorige keer zei ik dat het heel dat ik het belangrijk vind om een held te hebben ook, toch? Mm-hmm. Denk je dat het ook belangrijk is om te dromen in life? Ja, man. Ja, 100%. Man. Belangrijk, man. Dat is het belangrijkste, misschien, ja, man. Met hoop. Hoop en dromen, man. Op jouw album zeg je toch ook van... Ik droomde over deze Libië en nu leef ik het echt. Dus zeg maar, je zag het al voor je dag. Zeg maar, die lifestyle wat je nu hebt. Ja? Een beetje. Ja, want is het dan droom of is het visualiseren? Ik denk dat het, weet je wat het is, bro? Ik denk dat het een ding is wat je ook niet zomaar kan begrijpen. Ik denk dat je het ook iets is wat je in een latere fase van je leven pas gaat kunnen begrijpen, man, bro. Want... heel veel dromen, de reden dat het echt een droom is, is omdat het echt geen realiteit is voor je. Omdat het, je weet toch, het is echt ver te zoeken dat het gaat gebeuren, zeg maar. Je weet toch? Mm. En weinig mensen beseffen dat stukje in life, man. Hoe speciaal dat stukje is, man. In je droom hebben. Je weet toch? Ja. Dus hoe sterk is die droom eigenlijk? Wat droom je eigenlijk echt? We krijgen dagelijks tantoe normale dingen te zien, zeg maar, toch? De 9 tot 5. Maar heb je ook wel eens... Hoe kan je echt die spotter worden? Of een rapper, zeg maar, of een zanger, of een producer? Je weet toch, zeg maar? Heb je ook wel eens, zeg maar, zo'n slechte droom gehad? Ja, toch, waar je bang voor bent, dan ben je nog steeds, zeg maar, in die droom. Ja, man. Ja, toch. Ja, ja, hele body voelt fire. Die droom shookt you up, gewoon. Ja, man. Ook wel eens, man. Ja, man, shit is eng, man. Als iemand dichtbij je doodgaat. Zo'n droom. Ik hoor dan... Ja, man, die zijn fire. Ik hoor mensen, zeg maar, die verliezen hun tanden in hun droom. Dat betekent, zeg maar, van... Iemand gaat dood. Als je tanden verliest in je droom. Zo. Iemand zonder tanden is inderdaad iemand die gaat... Kijk, iemand die doodgaat in een droom, die gaat nooit dood. Ja, zeg, ja, gaat diegene niet dood. Is juist ja. Lang met jou, heb ik iemand, ook gehoord. Ja. Iemand die doodgaat in een droom, die gaat niet dood. Maar slang in slang is een probleem. Tanden, geen tanden is probleem. Tanden is probleem. Volgens mij zijn er nog meer dingen. Water is ook iets, toch? Heel veel water. Wat betekent als je, zeg maar, je tanden los, heel erg losjes zijn in je droom? Ja, dat betekent... Dat is fire, man. Oh, fire? Somebody about to die, zeg maar, zeggen ze dan. Mm. Toch of niet? Ja, man. Ja. Of tand valt eruit of dat soort tories, zeg maar. Dat is meestal, zeg maar... dingen zo. Weet je wat wij ook hebben, zeg maar, als Antillianen, als wij een puist onder ons oog hebben... Dan zeggen wij dat komt, zeg maar, omdat je iemand die zwanger is, iets hebt geweigerd. Fire, hè?
Paolo Fair. Dus mag nooit nee zeggen. Nee, zeg maar van, soms weet je niet, zeg maar. Nee, maar kijk, soms komen mensen zo erachter, zeg maar, dat iemand zwanger is. Ja, ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Het gaat koude ver, zeg maar. Je weet toch, als jij een puist hebt en je denkt van, hé, ik heb laatst die nigger, of die checkie nigger, zeg, of die, weet, wat ga je wat ik bedoel? En angsten, boys. Hoe gaan jullie, hoe gaan jullie om met angsten? Wat heb je nodig, man? Kruimelaar. Die ligt niet hier, man. Waar is mijn kruimelaar? Er zijn hier twee, maar die boys zijn bezig. Oh, moet je even timeren, man. Ja, toch. En angsten, boys. Hoe gaan jullie om met angsten? Angsten, ja. Heb jij angsten in je lijf, Rennen? Ja. Wat zijn je angsten? Zeg maar, ooit... Volgens mij zei Itje het ook één keer in de track. En toen besefte ik van, ja, dat is ook één van mijn angsten. Is gewoon die money zien en daarna... Scare worden. Ja, ja, je ziet het zo voor me heen gebeuren, bro. Ja. Is dat je grootste angst in je lijf? En ik heb nog nooit iemand dichtbij verloren. Nee. Dat is ook één gek. Ja. Niet echt dichtbij. Ja, ja, ja. Dat is. Ik zit nu in die fase. Ik zeg het ook op mijn album. Van de laatste tijd ben ik best wel veel naar begrafenissen gegaan, man. En dat is wel, zeg maar, iets wat. Ik denk sowieso met angsten is het, zeg maar, iets van. Zeg maar, hoe meer je het meemaakt, hoe minder angst je krijgt of zo erin. Mm. Zeg ik iets goed? Hoe meer je het meemaakt. Ja, hoe minder angst je ja, ik denk wel dat kan je het ook winnen. Als je je angsten gewoon head-on ingaat. Ja. Ja. Maar denk je dat echt is? Dus zeg maar die money hebben. En alles kwijtraken. Of helemaal nooit money hebben. Zo. Ik denk beter helemaal nooit money nee, hebben. Dat is sowieso erger. Nee man, dat denk nee, ik niet man. Jawel, geleefd hebben, toch die money hebben. Ja, man, ja, broer. Kijk, broer, ook weet niet wat je daaruit kan creëren ook weer, man. Er zijn veel mensen anders, die geen money hebben, die gewoon blij zijn met hun leven. Ja, toch? Die gewoon genoegen nemen met kleine dingen. Mm. Ik denk dat, zeg maar, dat zeggen ze, dat is ook die Tory, toch? Zeg maar, de real goal in life is dat je als mens gewoon jezelf traint om juist blij te zijn met de mindere, met de kleine dingen. Shit. Snap je? Maar ik ga je ook straight zeggen, man, bro. Voor je het is vandaag. Mooi, drie, hè? Het is de derde, hè, bro. Swish. Ik ga je ook straight zeggen, man, bro. Wat is rijk? Als je echt gaat kijken naar rijk, man, bro. Daar zijn we dan nog lang niet. Wat echt rijk is, zeg maar. Welvarend is iets. Boven het gemiddeld. We zijn super rijk, maar iedereen is rijk aan deze tafel. Ja, man. Gezond, iedereen. Bro, ja, tuurlijk, op die manier. Maar hoe je rijk zeker, op dat manier. Ja, dat is ook maar wat jij zegt over mensen die het goed kunnen hebben met een klein beetje, inderdaad. Ja. Bro, waar mijn vader vandaan komt in Egypte op het dorp, man, bro. Mensen leven in kleine ossels, zeg maar. Kleihuizen. Kleihuizen, man, bro. Ja. Weet je hoe gelukkig mensen zijn, zeg maar, inderdaad, met... Veel minder, zeg maar. Kleine ossels, man, broer. Kleine ossels. Sommige ossels hebben geen wc, broer. Je moet naar buiten. Ja, maar bij mijn oma moest je ook buiten. Snap je? Hé, bro, weet je hoe blij die mensen zijn, broer? Naar Afrika. Maar die mensen zijn minder shit, broer. Dan hun hoofd. Vrijna heb ik gewoon cool. Ja. Vrijna heb ik cool. Als je alles kwijtraakt, is het niet erg. Het is niet dat erg. Kijk, ik denk als je die money, als je die live hebt geproefd, om het daarna kwijt te raken, dat is wel een blow, man. Ik denk dat het erger is, man. Want ik ben waar jij bent, man. Snap je? Ik denk dat het nog erger is als je het hebt en het kwijtraakt, zeg maar. Dat zeg maar, dat is al, zeg maar, 10 keer. Ja, dat zeggen wij toch ook? Ja. Waar zeg je dat ook? Dat is, maar dat, het gaat erom hoe je mentaal ervoor staat, beter dan, toch? Of je beter, zeg maar, of beter je dan nooit hebben, toch? Van, ja. Beter dan. Weet het ook niet. Nee, ja, man, gewoon hebben, man. Nee, dan niet meer. Hoeveel waarde heb je aan geld, hoor? Dit is Spanka. Ik en Spanka hebben deze gesprek gehad. Wanneer was het van de week, hè? Je hebt het nodig. Spanka is... Ik heb zoveel respect voor hoe Spanka met zijn geld omgaat. Van dit is een guy die... meer money als mij heeft sowieso. Maar hij voelt nooit de druk, zeg maar... om als de nieuwe iPhone komt... om, zeg maar, om hem te hebben. Of als die nieuwe... die PlayStation 5 was je wel junk. Ja, maar, ja, maar zeg maar... Spanker. Ja, hij gaat ook junkie. Maar hij gaat zeker junkie, man. Ik wil niet dan te veel in je business gaan, zeg maar. Of te veel in je personal life gaan. Maar Spanka, zijn uitgaven zijn niet, zeg maar... weet ik veel, 20 dozen op een avond. Of... Dat oog ik ook niet, man, bij hem. Nee, snap, begrijp wat ik bedoel van. Als hij, zeg maar, gek doet, is het gewoon, zeg maar, misschien een paar barkies, een dozen, misschien twee dozen. Wel even, zeg maar, op een vakantie, gek scheuren. Echt? Hey, maar ik, hey, broer, ik zeg van naar Curadijs. Kijk, ik heb een keer gezien, broer, op een zondag. Ja. Was zondag. Ja. Hij was op zijn bank aan het chillen zonder shirt. Ja. En hij heeft een tas van 3 kop besteld.
Ja, maar dat is, zeg maar, dat is niet, zeg maar, dat is niet aan een monthly basis. En hoeveel heb je gebost? Hoeveel heb je gebost bijvoorbeeld toen wij in Miami waren? Eén dagje ging ook gek, bro. Ja, maar en hij kwam kijken, van het, zijn LA, het zijn gewoon die dagen, het zijn gewoon die dagen. Je moet gewoon weten wanneer je gewoon spent, man, bro. Je weet toch, mensen wachten misschien ook van mij. Over het algemeen, Spanker, lieg ik? Ik hoor wat je zegt. Ik heb niet, zeg maar, veel nodig. Maar dat doen we niet aan, bro, toch? Ja, man. Jongens, zeg maar, ik ging de ruzie maken met deze man. Hoe heb je je eerste Louis bagger gekocht, Spanker? Vertel alsjeblieft. Vertel alsjeblieft. Ik heb met deze man daar Antwerpen. Nu gaan we naar Louis door, want hij was zogenaamd de tas halen daar, toch? Nu zijn we daar. Oh, die tas. Oh, let op. Hij zegt, deze moet je hebben, man. Fuck hem met die tas die je nu hebt. Hij zegt, fuck hem met die tas die je nu hebt, man. Als je in die sessie komt, moeten mensen een beetje zien, toch? Van, ja, man, Spanka, man. Fuck hem met jou. Ja, man. Je hebt die money. Ik weet, je hebt die money, nu, maar die man komt met tas van Toele. Toele. Nu heb je die mediamarkt tas. Hij is een flik. Die man ziet me denken, toch? Hij begint te lachen. Hij weet, hij heeft me al. Hij zegt, doe gewoon, man. En ik heb die tas gekocht, broer. Ja, ben je echt zo'n nigger, broer? Nee, maar zeg maar van, kijk. Nee, maar hij kan ook die guy zijn die zegt van, ja? Don't do it. Vaker ben ik die guy. Maar zeg maar, Spanker die, moet je, zeg maar... Spanker... Tegenovergestelde. Ja, toch? Zoals... Bos een beetje. Ja, toch? Van, live life. Ja, leef een beetje, broer. Live life, ja. Zie je mij niet, de bos hier zo. Ik heb minder dan jou. Ik ga je bakken kopen. Je, kijk, hij voelt die druk niet. Ik weet niet, zeg maar, heb je dat niet, zeg maar, als je money op je rekening hebt, zeg maar, dat je kijkt naar die zin, dat je denkt van, dit kunnen we bossen vandaag, maar rond er gewoon af. Weet je toch? Toch? Ja, zeker, zeker. Die gevoel, toch? Ken je die? Daarom kijk ik niet meer, man. Gewoon niet kijken. Man. Je moet niet kijken, hè? Want als je kijkt, denk je gewoon, waarom niet gewoon af? Nee, daarom we zijn gewoon safe. Ja, dat is ook die toer. Je kijkt niet meer, man. Shit. Jongens, God damn. Ik moet nog wel kijken. Jongens. Vastgoed. Kijken niet meer op je rekening, man. Ik zei vastgoed. Dat letten we ook. Maar je kan ook schrikken dan als je een paar weken kijkt. Je bent nog... Wat heb ik gedaan? Frenna zegt vastgoed, man, boys. Ja, tuurlijk, man. Beste. Leg uit. Je kan niet alleen die woord gooien, vrienden. Nee, ik praat. School me. We praten hier over Louis Bosse, dit, dat, Miami, dit, dat. We moeten ook even... Ossos kopen. Mensen motiveren met van, joh, ja. ga investeren in jezelf. Ja, vastgoed, belangrijk. Ik bel deze spanker. Ja, ik bel deze spanker dagelijks. Laatst had je loopt inderdaad. Ja, ik wil dagelijks. Jij hebt alles al gekocht, vriend. Ik ben op zijn huis, want ik wil... Hé, toch? Rennen. Is belangrijk, snap je? Aan het einde van de dag. You gotta stay good. Maar wat adviseer je dan? Wat is slim om te buyen? Grond of Ossos, man? Ik ben een keer in Ik werk bij TNNA. Druk. Ik heb Ciao Barkie per maand. Bro, stop met deze dingen bij jou, bro. Ciao Barkie per maand. Wat moet ik doen? Wat is mijn eerste stap? Hoe gaat dat? Die doeken die je onder de tafel krijgt, die moet je investeren. Ja. Hoe? Waar? die andere kontje van Kik. Die baga. Die podcast. Die baga. Nee, maar wat is de eerste stap? Wat is dat? Ga gewoon checken of je wat voor hypotheek je kan nemen. Je weet toch, je werkt lang. Ewa. Van die punt ga je eerst kijken naar je eigen ozel. Dat is gewoon naar de hypotheker of zo bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. En dan ga je met hun lullen gewoon? Ga je lullen kijken wat je kan krijgen. Kijken of voor ozel je gaat. Oké, okay, ja, je kan, weet ik veel, 3 ton krijgen. Ja. En dan, wat is het beste om te buyen met 3 ton? Moet ik dan, zeg maar, gaan voor een rijtjeshuis? Moet ik gaan voor een appartement? Moet ik, zeg maar, in de stad gaan? Moet ik, zeg maar, juist doorop gaan? Eerst voor je, in jouw situatie of zo, als je niet wil blijven. Kijk, bro, als je huurt, zou je altijd, gooi je geld weg, toch? Als je huurt, gooi je geld weg. Simpel als dat. Als jij nu wil huren, dat moet jij weten, maar je gooit het, als je een huis koopt, als het ware. Je betaalt iemand zijn hypotheek af. Yo, als je er zelf gaat wonen, betaal je eigen huis af. Dus je verliest eigenlijk in principe nooit je geld als je het huis niet te duur koopt, zeg maar. En als je een tweede huis erbij hebt en je verhuurt het huis, zou je in principe iemand die hypotheek voor je kunnen laten betalen. Als je bijvoorbeeld in de stad hier een huis koopt, of ik zeg maar wat, of in Rotterdam Centrum, een mooie penthouse of weet ik veel waar. Jij ziet er vandaag wel uit als een guy met vastgoed. Broer, dat zie je toch aan hem. Ik ben Amsterdam ingekomen, ik ben Amsterdam heel anders uitgegaan. Okay. Zeg maar, ik heb net een nieuw Ossel gekocht ook. Gewoon omdat mijn gezin weer een beetje gaat uitbreiden. Dus, Ja? Komt de tweede soldaat aan. Is serieus, guy? Sterk, 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 sterk. God damn, master, man. Weer een jongen, man. Dus, gruwelijk, man. Gefeliciteerd, broer. Thanks, man, bro.
Dus ik moest weg uit mijn oude ossel. Ja. Kleine, weet je. Dus ja, man. Nu net een nieuwe ossel terug in het gooien. Ook gewoon mijn oude buurt, je weet toch. Lekker, man. Voelt ook lekker weer. Gewoon ossel, je weet toch. Gewoon alles van. Die mensen was ik elke dag nog mee, zeg maar. Die 20, 25 minuten afstand. Nu is dat gewoon 15 minuten. Dat is heerlijk, man. Ik weet niet, man. En hier gewoon alles geregeld wat ik wou in Amsterdam, man, bro. Dat heb ik gewoon inderdaad, wat hij zegt, allemaal gehouden. Ik, in mijn geval, ik heb wel alles afbetaald al hier. En dat draait gewoon lekker, man, bro. Lekker, man, pa. Koreas, man. Top spul. Wat je zegt, man, bro. Het is gewoon belangrijk, man. Ja, dat je, man, gewoon, je weet toch wel een beetje dingen gewoon doet, toch, man, bro. Maar wat is het, wat ging met een tip dan, boys? Wat is het eerste wat je moet wat doen? Wat ik net zeg, man. Ik ging gewoon, mijn eerste osseltje ging gewoon bij in Amsterdam. Daar ging ik wonen, hypotheekje erop. We gingen lekker, we gaan hard in de muziek, bro. Je moet niet elke keer, zeg maar. Soms pak je een grote check, man, bro. Waarom zou je die check in een waggie per se bossen of op een klok bossen of op een... Je weet toch? Minimaal een derde van die check kan je ook gewoon afbetalen, toch, bro? Ja. Je hoeft toch niet die minimale bedrag, zeg maar. In mijn geval, ik hou niet van die rente shit en zo. Je weet toch? En er is bijna geen ander systeem, zeg maar, in Nederland. Dus ik wil er gewoon zo snel mogelijk van af, man. Dus ik heb dat gewoon zo gefixt toen. Belangrijk. Dus je osso en dames kan helemaal afbetaald? Ja, man, ik heb... Ja, man. Sterk, man. Sterk. Belangrijk. Ik hoor je. Zullen we teruggaan naar angsten? Wat vaak, man, dit eigenlijk? Ja, van angsten, man. Kom heel erg, man. Gek. Heb jij angsten in je lijf, Spanker? Ja, sowieso wat Frenna zei. Iemand dichtbij verliezen, denk ik. En ik denk ook geen muziek meer kunnen maken. Kijk. Dat ook wel een angst, hè. Als het zei voor je kan het niet meer of zo. Oh, wat dit? No, dat is ook wel echt een angst, man. Hey. Wauw. Schiet ook wel eens door mijn hoofd, man. Ja, man. Zij voor je wordt doof of zo. Wat voor reden dan ook, ja, man. Zij voor je wordt doof of zo. Snap je? Foxy Brown had dat zo was even doof. Je keel werkt gewoon niet meer. Ik zal nog steeds pokkels mooi komen. Hoe dan? Als je doof bent. Ja, kan gewoon, man. Ja, kan. Geluidstrillingen. Ja, geluidstrillingen en zo. Dat je stemmen kan. Ik heb gewoon... Ding heeft dat toch ook, bro? Sor. Heeft Sor dat niet? Sor heeft een ding die zijn rug draagt. Maar ik ga hem binnenkort ook een keertje uitnodigen. Hoe zijn rug draagt dit? Ja, maar hij voelt die bas zo, zeg maar. Ja? Ja, bro, hij is sick, jongen. Maar voelt hij die beat niet? Hij hoort de bas niet. Oh, hij hoort de bas niet? Ja, dus hij... Dus hij is niet helemaal doof, volgens mij. Hij is een bepaalde percentage doof. Rechts wel bijna. Rechts wel, bijna helemaal. En dan, hij hoort geen bas meer, toch? Ja, sowieso. Ja, hij hoort geen bepaalde toon, hoort hij niet. Wie? Dus hij moet die bas op zijn lichaam leggen, toch? Dat hij het kan voelen, eigenlijk. Ja, voelt die bas, dus dan kan hij daarmee op ritsen. Snap je? Laat, man. Weet jullie dat André Haas is ook doof? Ja, man. Wat doof? Ja, man. Niet doof. Hij werd doof. Hij werd steeds dover. Hij werd steeds dover, man. Hij werd steeds dover. Maar hij ging nog wel shows. Ja, man. Daarom als je, zeg maar, als je zijn live shows checkt, heeft hij geen timing op. Ja. Bij eentje is het heel goed. Ja, maar al zijn pokus en al zijn live shows is die timing anders. Omdat hij, zeg maar, hij hoort dat niet meer, toch? Dus hij moest heel vaak, zeg maar, kijken naar mensen, hun mond. Om te kijken, zeg maar, waar die tekst was. En dan kon hij weer, zeg maar... Gek. Spara's doen. Omdat hij zonder oortjes, zeg maar, optreedt en zo. Ja, ik moet ook even aan mijn oren denken, man. Ik zeg je eerlijk. Mijn stem was ook een keer bijna helemaal fucked up, man, bro. Ik had een polyp erop, bijna. Voor zo'n bultje, zeg maar. Het komt gewoon overbelasten, man, bro. Maar jij bent nu al... Jullie, volgens mij iedereen, jullie zijn allemaal op eigen mic, toch? Wat? Ja. Op eigen mic. Ja, ja, ja. Nu inmiddels, maar dat heb ik ook daarna pas gedaan, eigenlijk. Jij bent nog niet op eigen mic? Jij bent op eigen mic? Ja, toch? Ja? Natuurlijk. Wat is dat? Gewoon retro, man. Echt, man. Nu hoe ik dit hoor, denk ik ben echt stiff, man. Ik ook, man. Wauw. Mannen bewegen met eigen mic, man. Eigen mic. Serieus. Hele kist gewoon, handbagage. Wat doet Chucky? Wat is zijn, zeg maar, beroep? Geluidsman. Jij bent een geluidsman, nu toch? Jullie hebben mij gefixt. Maar jullie hebben dezelfde geles, man, toch? Ja, man. Hetzelfde. Het zal hem ruzie te maken, man, John. Dan als jullie tegelijk shows hebben? Broer, vraag me niet hoe, vraag me niet. Maar we hebben toevallig gewoon bij dezelfde festivals vaak. Emotion, ja. Nee, maar Charles, hij is echt een baas in wat hij doet, man. Hij is echt een baas. Jullie gaan afruimen, dames? Ja? Ja, maar wat is Sarah naar casa? Ik ga sowieso nog iets doen. Ik ga afruimen, man. Ik ga maken voor John. Nee, ik neem wel een bord mee, gewoon. Genoeg van. Ja, ja.
man. Ja, zeker. Was heerlijk allemaal. Dank jullie wel. Je hebt zo'n ouder. Ja. Een kleine mitie in een servetje zetten. In je zak goed. Hey, ik heb nog helemaal geen Hennessy. Wat is dit? Ik hoef niet. Hey, nee. Ik heb wel een beetje gegeten, ja. Nog niet echt. Maar ik ga zo regelen. Corona, corona. Corona. Was wel echt lekker. Ja, was echt top. Homies. Ja, was ja, top. Jono maakt geen koude gewoon met die eten. Die man zijn gezicht veranderde toen ze kwamen afrijden, man. Kevin, wat zijn jouw angsten dan? Of heb je angsten überhaupt? Ja, ook dat wel een beetje. Ik ben ook nog nooit, zeg maar... ja, dat moet ik niet zeggen nog nooit. Maar een familielid kwijtgeraakt of... snap je? Het is een bepaalde leeftijd volgens mij, man, boys. Ik ook wel bang als je op een bepaalde leeftijd bent, zeg maar, dat de mensen in jouw lijf ook op een bepaalde leeftijd zijn. Dat je dat weet toch? Van, ik ben nu 33. Ik heb nu best wel een paar mensen in mijn lijf. Zoals als je jonger bent, you don't give a fuck ook, toch? Ja, ja man. Dan hoor je je moeder, je weet toch? Je hoort je moeder, je moeder of vader zeggen, die is overleden. En je denkt van, vijf wel, maar weet toch, je hebt niet per se die band of zo, toch? En nu, als je op een bepaalde leeftijd komt, kan die deur dicht als jullie doen. Toch ook, man. Zo. En dat je dan zeg maar op een bepaalde leeftijd bent en dat je dan zeg maar dan, dat iedereen dan, niet iedereen, maar zeg maar dat bepaalde mensen dan zeg maar in je lijf, dat je dan die je dan kwijt gaat raken, zeg maar. Dat heeft echt te maken met een bepaalde leeftijd, man. Ja, man. Ja. En wat jullie net zeggen ook van horen en zo. Ik had de laatste fase van shows vorig jaar. Dat mijn rechteroor opeens dicht was, man. Echt een paar dagen. En ik was echt elke ochtend van, alsjeblieft, weet toch, laat mijn oor open zijn hoe ik wakker werd. En nee, nog steeds dicht. Toen heb ik iets, weet je, zo'n spuitje. Toen ging het wel weer open. Was je naar de dokter geweest? Ik was bang van, hey. Was je naar de dokter geweest of ben je ook de guy die dan bang is om naar de dokter te gaan? Nee, ik hou niet van de dokter, man. Ja, dat is ook die tory, man. Ja. Ik heb dat ook, maar is dat een nigger shit? Ja. Ah, damn, Kev, je bent echt een nigger, man. Black. Waarom is dat... Snigger shit, man. Waarom? Het is wel echt nigger shit, man. We gaan het laatste moment. We gaan het laatste moment. Oké, breng me. Nee, dokter. Niggers gaan we. Nog of niet? Daarom was niggers bij de, zeg maar. Zijn ze ook kankerbank, toch? Ja, man. Tandarts zelf, man. Ik heb zelf met tandarts. Dat ga ik ook niet, man. Fuck die nigger, man. De tandarts ben ik wel vaak, man, broer. Weet je waar ik ga? Ik ga naar het ziekenhuis. Met de spoed. Maar zeg maar, altijd heb ik geen tandarts. Ik heb geen, ik wil geen tandarts. Ik hoor je wel even. Die man zegt, maar heb ik geen... Trek mijn kies, trek mijn kies. Die man zegt, nee, ik kan fixen. Ik zeg, kon je fixen? Trek. Trek die ding, joh. Ja, man. Ik hoor je volledig. Ben nu hier, doe. Ja, toch, trek die ding, man. Kap hem van mij, man. Hoe vaak heb je getrokken? Kiezen? Ik heb wel een 2 of 3 zo. Getrokken. Waarom heb je dat elke keer, man, bro? Getrokken. Omdat ik te enthousiast ga, ga, ga. Te enthousiast. Ik ben enthousiast. Ik ben alle 4 kwijt, man. Alle 4. Verstand kiezen. Maar dat was het probleem. Dat was de andere tory, man. Heb je die getrokken ook? Ja, maar alle 4. Dit ga je dan, hè? Hebben jullie nog verstand kiezen? Jullie zijn allemaal oud genoeg, hè? Ja, verstand kiezen zijn... Volgens mij nog 1 kant heb ik eentje. Ik heb nog een. Ja? Ik heb nog nooit eens... Ik heb ook nog nooit. Ik ook niet, man. Ik ook niet, man. Die pijn? Ja? Ik heb ook nog nooit een gaatje gehad. Laat me afkloppen. Nog nooit gaatje gehad? Nog nooit. Dat zijn die toch. Hoor je, man. Ja, man. Sterk. Ik had 2 getrokken dezelfde dag. En je moet beseffen... Zoals dit de bovenkant, zeg maar, of de PC is, zeg maar, waar je mee koudt, zeg maar, waar je mee maakt. Die groeide zo. Dus zeg maar, ze moesten, zeg maar, erin boren. En dan, zeg maar, weet ik, allemaal rare shit om hem eruit te krijgen, man. Ik ging kaakchirurg, man. Als andere shit, man. Kevin, is dat je enigste angst? Zijn dat je enigste angst? Waarom kom je allemaal met 2 angsten? Alsof selectie. Weet je, maar ik denk ook niet zoveel na over die dingen, weet je. Ik ben niet zo'n bang persoon. Daar heb ik heel veel respect voor jou, man. Maar als ik naar jou kijk, hè. Als ik naar jou kijk, denk ik altijd... Dat zeg ik ook dan, om niet te smaken, dat zeg ik toch altijd. Want ik heb zoveel respect voor hoeveel fucks deze guy geeft. Van, het is... Van, ik kan soms dingen waar ik mij druk om maak, zeg maar, zie ik jou gewoon chillen, zeg maar. Gewoon. Je weet toch, soms moet hij, zeg maar, bijvoorbeeld iets doen of zo, zeg maar. En je stress voor hem en hij is gewoon relaxed. Je weet toch, hij is gewoon nog aan het... Ja, op een of andere manier, zeg maar, komt het altijd wel goed bij mij dan, weet toch? Ik weet niet, man. Dus je stress gewoon niet? Ja, maar dat heb ik sinds vroeger, man, van, ja. Als dit het niet is, zal er wel wat anders zijn of dit.
lukt wel. Ik weet toch, ik weet niet, man. Spar, dat is goed, man. Het is een hele goeie, maar tegelijkertijd ook denk ik soms een beetje fokt op eigenschap, toch? Ja, soms worden mensen juist, die gaan zich eraan irriteren van, ja, weet je. Ja. Als je Kevin niet kent, dan kan je zeg maar best wel, ja, man, boos worden als die guy niet drie dagen niet reageert. Of, terwijl het zeg maar gewoon standaard Kevin shit is. Joost, heb jij angsten? Niet twee ook, kom niet meer twee ook. Eigenlijk, ik sluit me wel aan bij bijna eigenlijk alles wat iedereen heeft gezegd. Wat jij zegt met je oren, had ik met mijn stem ook. Je, ja, weet toch? Dat ik mijn kat gewoon stilstaat. Je weet toch? Je bent elke ochtend word je wakker en denk je gewoon, eh. Ja. Maar ook gewoon, je weet toch, je maakt met heel veel liefde muziek toch? Elke keer. En als je niet gewoon kan doen wat je. Mijn stem is ook veranderd. Je hoort het nu ook als ik rustig praat, zeg maar. Er zit gewoon een gekke kraak in. Ik weet hoe ik er nu pokoes mee moet maken, zeg maar. Maar het was wel even ook wennen gewoon, man, zeg maar. Maar dat zijn eigenlijk standaard dingen, denk ik. Maar ik denk nu ik vader ben geworden, ik denk er niet kunnen zijn voor mijn kinderen, man. In wat voor manier dan ook. Je weet toch? Of je nou dood bent, of je, weet ik veel, vast zit. Of dat je op wat voor reden dan ook weg bent. Je weet toch? Gewoon er niet kunnen zijn of zo. Ik denk dat dat, ja, man, dat dat mijn grootste angst is. Ja. Ja. Ik denk dat als ik dat zeg, dat je dat ook gelijk kan meevoelen of zo. Ja, toch? Zeker, man. Je weet toch gewoon dat, zeker, man, er niet kunnen zijn. Zeker, man. Mijn pa was ook weg van mijn 12e tot 11 tot, ik denk 23 zo ongeveer. Ik kwam weer terug naar Nederland. Letterlijk in die maand van Lehrash, dat het dropte, kwam hij naar Nederland. Ja. Je weet toch, dus het was allemaal een rare trip ook, zeg maar. Vanaf dat moment ging mijn leven ook super snel, zeg maar. Dus eigenlijk sinds dat punt is mijn pa pas weer in Nederland, man. Dus die 11, 12 jaar gewoon ook zo. Je weet toch, dat stukje. Is nu geleden? Hoe lang is dat geleden? Het is nu 2015, man. Eind 2015. Bij Joost moest ik het zelf doen, in FRN. Joost, ik denk, en Joost hebben die tour gedaan, toch? Maar hij is op vieze Maasop tour gedaan, toch? Vieze Maasop. Deze man komt gewoon met een vieze Peugeot. Zeg je niet, man, kappen nou, joh. Ik was spijker, bro. Ik was spijker. Ik zeg nog helemaal, nou moet je kappen. En nou is genoeg. Weet je toch? Die man komt gewoon met een vieze Peugeot naar al die shows. Het chopper zit. Oh, nou, chopper. Ik zeg, broer, come on, man. Kom, weet toch, van, ik hoef bro, die show money was meer dan die waggy. Weet toch? Weet toch, zeg maar. Toga. Als je Toga checkt, Toga gaat je. Weet toch, Toga got you. En staat hij checkt Toga één keer, ah, joh, probleem. Paarse lichtjes in mijn dashboard. Klaar. Toch was mijn mattie gelijk, man, bro. Ja, gek. Ja, man. John, heb jij angst in je lijf? Ja, sowieso wel, denk ik ook wel familieleden, man. Zo. En ik denk publiekelijk onderuit gaan of zo. Dat is ook wel een angst. Ja, toch? Dat is ook wel een angst, man. Ja? Ik heb laatst een aantal keer gevallen op het podium. Niemand zag dit shit. Hij is koude goed in de zit. Ja, maar gewoon publiek onderuit gaan bedoel ik niet alleen met vallen, maar gewoon veel dingen gewoon. Hoe? Gewoon publiekelijke, privé Kevin Hart, dingen. Kevin Hart-achtig. Nee, die is man. Will Smith. Yes. Will Smith. Ook zeker niet, maar nee, maar leg uit. Die shit is raar gewoon, nee, toch? Maar ik denk wel, ik snap wat Jonah bedoelt. Gewoon als je valt ook in live, dat is één ding, maar misschien omdat wij wat meer in de picture staan. Iedereen zo failliet gaan of zo. Zoiets bedoel je. Zo zeker. Je weet toch, het is faya, man, bro. Want alle ogen zijn ook op je. Dus maar zelfs. Het is al één dat je faya gaat, maar ja, twee, alle ogen zijn ook nog eens op je. Dus iedereen heeft dan. Maar zelf eens vallen op stage. Ja? Denk ik ook van, hé, hey, bro. Beyoncé heeft dat gedaan, man. Dat heeft Beyoncé gedaan. Ja, weet ik. Maar ja, dat is ook gewoon wat ik heb. Ik kwam een keer op stage. En die eerste pokoe was zonder stemmen. En ik kom op, en die mic doet het gewoon niet. En ik zit daar, niks. Zulke tories. Snap je, bro? Ja. Maar vind je dat echt... Ik ben gelopen, hele hoofdpijn. Ze gingen op het boekingskantoor bellen. En Kevin is weggegaan. En ik zeg, vriend, je hebt mij voor schande gezet, man. Serieus, vind je dat, ja, vind je dat erg? Ja, bro, rare maar geluids, man, moest ergens uit het publiek nog komen. Weet je, was helemaal niet geregeld, man. Ben ik weggegaan, ja, man. Maar weet je wat is, dat is wel zo, man. Kevin, kom ook uit de tijd, zeg maar, toen. Ik denk dat het wel een tijdje terug is, toch, zeg maar. Ja, ik ken ook een tijd, man, bro, met shows, bro. Shit was gewoon niet geregeld, man, bro. Man. En jij, je hebt het ook van een oude gadde of zo, man, bro. Wij komen uit de tijd, man, bro. Het is 5 jaar geleden shows begonnen voor mij, bro. Ik weet, die heeft al Rider, die heeft dit, die heeft dat, die heeft dit. Hé, Matthias, ik pull up hier, doe niet dit en dit en dit. Minimaal, bro, dan weet ik dat ik als kakamannetje word behandeld.
Bro, als je met je mic opkomt en die geluidsman moet nog uit het publiek komen, die man heeft je niet serieus genomen, bro. Ja. Tuurlijk ga je weg, bro. Het is niet van ik wil sportief blijven, maar weet je ook sportief. Nee, dat je weggaat, snap ik wel. Maar is dat een angst? Zeg maar dat je op het podium gaat en je mic er niet doet. Niet eens angst eigenlijk, maar omdat we het daarover hadden van, weet toch, je vertelt je dat gewoon. Voor mij wel, man. Dat was wel een, ik zeg je eerlijk, ja, man. Angst. Ja, man. En maar vooral als het gewoon bij een festival is en er is staan toe publiek, duizenden mensen, bro. En mijn mic doet er niet en ik sta daar gewoon dit te doen. En vooral die verses staan ook soms uit, begrijp je, bro? Angst, man. Bang. Ik heb wel angst dat ik zeg maar een soort van tekst fout doe soms of zo, zeg maar. Maar niet... Als ik het fout doe, is het niet erg. Ik ben gewoon die guy die zegt van, pap, stop. Weet je toch? Ik ben ook... Ik heb ook de meeste schijt bij de show. Dat heb ik ook wel gehad. Snap je? Die first opeens... Want dat is zeg maar toch van hoe je met je angst zou moeten omgaan, toch? Van, ik denk zeg maar, ik heb pas dan nog eenmaal gezien. Eenmaal is voor mij hele inspirerende kino geweest, man. Ja. En vooral zeg maar die laatste scène toch van dat hij zeg maar zegt tegen die guy van... Fuck you. Nee, hij zegt toch al die dingen die hij... Ja, en nu gaat hij maar shit zeggen. Ja, toch alle slechte dingen over zichzelf gezegd. En daarna zegt hij, kijk maar wat je gaat zeggen nu over mij. Ja. En dat heeft zeg maar ervoor gezorgd dat ik met slippers kwam. Nee toch? Dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon ging zeggen dat ik skeer was. Want als ik het al gezegd had, hoe ga je tegen mij zeggen je bent skeer? Ja. Zou ik het doen? Zeg maar, ik heb daar zoveel uitgehaald, zeg maar. En, ook met andere angsten, toch? Zeg maar, ook met shows bijvoorbeeld. Of zeg maar, weet ik veel, de eerste keer rockworst doen of de... gewoon alles. Soms heb je rijbewijs halen, bijvoorbeeld ook een sanatorium waar je zeg maar taantoe angst in kan voelen, toch, zeg maar. Terwijl dat als je de eerste keer gezakt bent en je komt de tweede keer, gaat het veel makkelijker, zeg maar. Mm-hmm. Eerste keer wiepie. Wie was niet bang voor dat? Ik was Wie was niet was bang wel voor bang, dat? Man. Jij was niet bang voor dat? Waarom zou je bang voor dat? Ik was bang, man. Zenuwachtig. Je pie gaat toch wel. Wil je niet juist gewoon van, oh, dit? I was ready. Kijk, iedereen was al... Ik ga jullie een grote confession geven voor man. Ja, dit gaat niemand geloven misschien. Dus iedereen bij mij om me heen was al een soort van actief. Weet je, ik was nog niet per se actief. Eén dag kon ik, zeg maar... dus ik had ook een soort... Check-in. Activeren. Ja, toch? Ik kon activeren. I could get activated. Yeah. En zeg maar samen. Dat je dik wet. Ja, ik wil goddamn. Dat kan ik in mijn ding doen voor de first time. Dus die man die van mij. Die is zeg maar met de vriendin. En ik ben dan zeg maar met die vriendin van die vriendin. Zou je wat doen? Klein, ik was nog wat. Ik weet het wel, 16, 17 of zo. En dan zeg maar. Was een spot, weet je toch? Ik kon ook vallen daar zo. I was like. Ik moet brood gaan halen voor mijn moeder, man. Ik zweer het. Ik durfde niet, man. Ik zeg bij mij, zeg maar, vanaf die, van 16, 17, totdat ik... Nog steeds als deze boys mij zien, zeg maar, gooien ze dat. Ik moet brood gaan halen voor mijn moeder. Ik zweer het. Shout-out aan Tyson en Dave, ja, man. Ik nog steeds als die mannen mij zien, die mannen zeggen nog steeds... Bonnie, weet je nog? Je moest brood gaan halen voor mijn moeder. Ik zweer het. Ik was gauw bang voor die shit. Kerst confessions. Ja, maar ik was echt bang voor jullie. Maar jullie niet? Nee? De eerste keer weet ik ook wel dat ik al... Tuurlijk, kijk, Turk. Het ging snel, broer, maar ja, ik was heel bang, zenuwachtig. Ja, gewoon heel zenuwachtig, weet je toch? Angstig, gewoon, angstig. Gewoon leuk. Was spannend. Woehoe! Achterbaan. Nee, maar gewoon die vibe van je weet niet of je het wilt doen, toch? Ja. Je weet niet of je het nu wilt verliezen of niet. Ja? Was jij daar zo... Niet verliezen, maar durf gewoon, durf. Nee, ik was bang gewoon, zeg maar, voor... Om, zeg maar, show my parts. Zeg maar, dat was zeg maar gewoon een ding toch van, zeg maar, weet je wat ik bedoel? Rip de dik uit. Ja, dat ja, ook. Ik hoor je, man. Normaal, als je dat voor de eerste keer... Ja, toch, dat is toch zeker... Ja, man. Tuurlijk zeg, nee. Ik vond het niet eng, broer, maar wel spannend. Jeetje, toch? Ja. Maar niet eng, spannend, man. Spannend jij? Ja, gewoon... Niet bang, maar... Wat hij zegt, woe! Kevin, hè? Ja, ook gewoon... Het ging snel... Ja, maar snel. Maar daarna ben je gewoon hyped. Snelle transactie nemen, toch, maar snelle toch. Ai, wat is van, oké. Okay. Ik zeg je eerlijk. Laten we alsjeblieft een code erop praten. Ik zeg je eerlijk, de eerste keer dat ik die shit zag, ik dacht gelijk, I don't want to touch that shit, bro. That shit. Flabbergasted. I don't want to touch that shit, bro. Ik had al wel piano gespeeld en zo daarvoor. Ja? Maar! Dat is niet zo leuk.
Poëtisch. Ik had op piano gezongen. Hoe ging de eerste keer pony eten dan? Als je zeg maar bang was. Nee, toen was ik al erin. Dus hoe ga je van dat? Toen was ik al erin. Hoe ga je van dat naar? Toen was ik al erin. Naar hoe je nu bent. Toen was ik al erin. Ervaring. Nee, maar kijk, zeg maar, ik ben een guy als ik ergens instap. I wanna know. Daarom stap ik in bepaalde dingen kan ik niet instappen. Snap je? Zeg maar. Voor sommige people's of zeg maar, voor sommige guys is het nu ook zeg maar, gewoon tof om af en toe een pilletje te doen of af en toe een... Ik kan niet dat doen, want als ik zeg maar dat doe, I'm gonna go in. Begrijp je wat ik bedoel? Zeker, maar zeker. Ik ben zeg maar die guy die zeg maar van... Hier toch? 0-200. Ja, gewoon hey, okay. Alles of niets, bro. Alles of niets. Ik heb nog niet gesteld, man. Welke? Welke vraag? Chap je billen? Hé, hey, broer. Hè? Natuurlijk niet. Hè? Nee, man. Hè? Nee. Je doet dat niet, bro? Ik heb geen bellen, man. Love you, bro. Ik had je wel gezien. Love you, bro. Ja? Ja. Love you, bro. Love you, bro. Love you, bro. Ik had je wel gezien voor die guy. Chef, jij billen? Amma zit Mati. Ik heb het al gezegd. Iedereen aan deze tafel. Chop billen gang. Jonah, heb je... Chop billen gang, man. Ja? Ja, man. Yo, nee. Ik heb een speciale fragment op social media staan, man. Ze hebben me verbrand. Nee, maar daarom kan ik niet zeg maar, in bepaalde dingen gaan. Zeg maar. Want als ik in bepaalde dingen ga, dan zeg maar, ik ben die guy die zeg maar, junkie gaat gaan zeg maar, in die tory, man. Maar jij, Turk. Je had eentje gezegd, oppas. Wat? Van angsten. Angsten? Ja. Ik ben met Joost, man. Ik denk dat mijn angsten nu vooral gebonden zijn aan mijn kind en familie. En ik denk, grootste angst is gewoon verliezen ook. Gewoon, like, in zijn algemeen dat ik verlies in life. Dat ik verlies wat ik heb opgebouwd. Waar ik jarenlang voor heb gewerkt. Dat ik... Iemand in mijn omgeving verlies, waar ik heel veel om geef. En dat denk ik gewoon. Hoe kunnen we, wat is het beste? Zeg maar, hoe gaan jullie met angsten om? Want zeg maar, ik ben dan die guy die zeg maar, echt erin gaat. Zeg maar. Als ik iets eng vind, dan wil ik het juist, zeg maar, juist feesten, zeg maar, zodat ik het erover weet. Zeg maar. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Dan? Hoe doe jij dat? Ook zelf dan een beetje gewoon. Gewoon erin gaan, hè? Ja, gewoon erin gaan. Man. Ja. Gewoon schijt. Ja. Dat is een soort van de enige manier ook, toch? Zeg maar, een soort van om... Om het te ervaren. En... Ja. En voor mij is het meer gewoon... Ay, let's get it over it. Gewoon snel. Want het gaat hoe dan ook toch gebeuren, zeg maar. Just face your fears. En dan doorgaan, man. Wat is één ding wat iedereen gelooft over Frenna... maar wat helemaal niet waar is? Ik weet niet, man. Gewoon over Frenna. Ik weet niet, hè. Gewoon misschien... Misschien denken sommige mensen bij arrogant. Arrogant, ja. Ja, misschien dat. Maar ik weet zulke dingen niet. Weet je? Ja, arrogant. Maar hij is een lieve boy. Ja? Ik denk dat dat zeker standaard is, man. Ik denk dat het over Turk wordt gezegd, over Spanker, over Kevin, over Jonah, over mij, over jou. Over, zeg maar, als ze niet dat nooit hebben gezien of iets, zeg maar. Mensen zeggen heel snel wat over iemand van het internet in hun... Ja. Je weet toch, ding, zeg maar. Dus het is makkelijk, wat is man. Wat is één ding wat iedereen denkt of gelooft over Joost wat niet... Waar is? Dat weet ik echt ook niet, man, bro. Ja, ik denk meer dingen, mensen man. Buiten Joost zouden dat eerder sneller man. Kunnen vertellen dan Joost zelf. Maar dat is ook iets wat hij zegt. Nee, waarom hij zegt, ik weet het niet. Is omdat, daarom zeg ik, het is heel breed, zeg maar. Je weet toch, omdat, je moet ook niet op die shit focussen, zeg maar. Je weet toch, dat is negative energy, zeg maar. Als mensen zoals wij op dat gaan letten op comments en op dingen en op... Nee, maar wat ik bedoel, misschien moet ik de vraag zo stellen. Wat ik bedoel, de vraag is, zeg maar, van... Wat jij, zeg maar, soms... Heb je niet soms dat je denkt van... Jammer dat mensen dit niet over mij weten. Zeg maar, mensen weten veel over mij, maar jammer dat mensen dit stukje niet over mij weten. Oh, misschien dat ik echt een familiemens ben. Wederzijds. Ja, precies. Ja, maar weet je wat is? Ik ben ook niet, zeg maar, die type guy. Ik ben niet die type artiest die, zeg maar... Zijn telefoon, toch zijn lijf, zo snel. Ik ben gewoon heel private. Ik ben een private nigger. Ja, maar wat maakt jou een familiemens? Oh, zo, broer. Zoveel, ja, hij is man. Altijd met zijn familie. Ik ben altijd met mijn familie. Ik woon nog met mijn familie. Okay. Het ding is, toen ik...
ja, toen ik jonger was, toen ik net een mbo ging of zo, ging ik gewoon intrekken bij mijn zus. Omdat gewoon school dichtbij was, zeg maar 2 minuten of zo, 2 minuten lopen. En ja, daar heb ik zeg maar alles meegemaakt, de grind, weet je toch, of zo, dan weet je toch. Gewoon standaard verhaaltje dat iedereen een soort van ook een beetje heeft, gewoon de come-up. Ja. En dan, ja, dan ben je daar uiteindelijk, dan ben ik zo van, oké, mijn zus had me gekeken in die donkere tijden, weet je toch. Ja. Het is nu gewoon wederzijds, dus zij... soort van, ik woon nog steeds met mijn zus gewoon in een groot huis. Ah, serieus? Ja, man. Dus jullie zitten gewoon allemaal in 1 grote osso? Ja, geen grote osso. Dat is mijn droom, man. Ja, man. Ik wil ook niet, zeg maar, ik ben ook die guy. Ik denk dat ik nooit, ik ga gewoon, ik ben nu ook bezig gewoon met een, zeg maar, een soort groot huis. Echt groot, groot. We leven nu sowieso goed, maar gewoon echt groot. En dan gaan we gewoon met z'n allen. Kamers en dat soort dingen. Ja, toch, zulke dingen. Gewoon ja, man. Ik ben zo jaloers, zeg maar, als ik langsrij, zeg maar. Vooral vroeger als je langs fietste en je zag, zeg maar, een osso waar je, weet ik veel, 3 fietsen zag. Kleine fiets, grotere fiets, scooter, 2 waggies, 3 waggies. Dat is echt een familie die, zeg maar, samen woonde in een groot huis. En, weet ik veel, barbecue buiten. En je ziet, grote kerstboom. Ja, grote kerstboom. Dat is, dat is, weet toch, dat is wat ik wil, man. Dat is live, toch? Ja, man. Dat is live, toch? Dat zijn die goals wel, man. Ja, wil je dat ook? Ja, man, 100%. Ga je dat hier doen of ga je dat in Turkije doen? Wherever I'm at the moment, man. Allebei. Eerlijk, man, ja, man. Soms lijkt het wel een beetje alsof Nederland niet daar het land voor is of zo. Jawel, je moet het zelf maken, man. Ja, dat sowieso, man. Maar wat Hef net zegt, zo die auto's, die 12 kamers, die dingen... Shit is niet zo. Ja, 12 kamers is wel junkie, maar zeg maar, je hebt ook die ossen met 6 kamers. Ja, toch? Ja, 5 slaapkamers. Sowieso, man. Maar nee, ja, je bent niet zo makkelijk daar, zeg maar. Hè, zeg maar. En ik denk dat als je echt met luxury en shit wil leven, bro, dan is Nederland niet... Nee, maar wat je wel ziet bij die ossos, wat je wel ziet bij die ossos... Ja, wel, man, bro. Dat is makkelijk te fixen. Er ligt daar dan eigenlijk een meer je toch? Dan ga je weer in die vastgoed. Zeker. Wat kan je aan, zeg maar? Dat ook, dat is het. Zeker. Ja, zeker. Het ligt eigenlijk een beetje meer aan wat je aan kan. Maar ik denk dat alles mogelijk is. Ja. Zeg maar, je moet het zelf daarnaartoe maken. Klopt, maar voor de gemiddelde mensen hier in Nederland is dat niet, ja. Weet toch? Ja. Is het niet makkelijk. Dat is wel, dat is wel het hele ding, je weet toch? Dus als je zo zou willen leven, je weet toch, die ding, dat is hier best wel moeilijk, man. Het heeft ook best wel in een klein land. Maar jij bedoelt die Kraakse weg, Hilgersberg. Die toch, ja. Die. Bro, weet je waar? Ik was laatst met mijn kleine bij dingen. Plaswijkpark. En je kan daar op zo'n bootje gaan. En dan vaart dat bootje zeg maar rond zo. Ja, door langs. Oh, en daaromheen heb je ossos, bro. Niet normaal. Ik zat te kijken. Ik dacht van, goddamn. Echt ossos, hè? Ja, man, bro. Dat is wel, zeg maar... Ik heb eens honger, uiteindelijk waar ik naartoe zou willen bouwen, zeg maar. Goal, zeg maar. Ja, veel het, hè? Osso aan het water is sowieso gek, hè? Daarom, bro. Ja, is mooi, man. Ja, man. Pull-up met bootje. Ja, toch? Die heb ik gek, toch, bro? Boot in je achtertuin gewoon. Ja, man. Joost, hoe was expeditie Robinson dan? Pijnlijk, man, bro. Ik heb een kleine voorgevoel dat Kevin, zeg maar, binnenkort... Naar daar gaat, hè? Ja, man. Zal me niks verbazen, man. Jij zou gaan, hè, Kev? Hij komt terug met de Rasta. Ik mag nog niks zeggen, man. Ja, serieus, dat was over, hè? Hey, bro, ik denk wel, als hij meedoet, dat hij gewoon wint, man, broer. Nee, man. Ja, zo, man. Jij gaat rustig daar zitten, man, bro. Bro, ik wil al bijna terug van Dubai komen, omdat ik... Nee, je hebt wel 16 dagen gedaan. Hoeveel dagen heb je? Nee, ja, ik heb het uiteindelijk 16 dagen volgehouden. Dat is langer dan. Hoe lang is die programma? 2 weken? Nee, man, dus, je kan hem uitzitten. Dus het is tussen de 30 en de 33, 34 dagen of zo. Wat? Maar ik heb 9 dagen heb ik meegedaan, man. Dus je kan geen jungle 9 dagen? 9 dagen heb ik. Ik zeg, als ik daar zou gaan, ik zou winnen. Ja? Ja, man. Serieus? Ja. Ik niet, man. Ben je op dat soort dingen? Broer, weet je, het is... Maar ik heb ook, zeg maar, een soort cheat. Ik heb ook, zeg maar... Broer, ik heb ook voor, zeg maar, 6 jaar in Afrika gewoond. Broer, ik zeg maar, ik kijk naar zulke dingen. Ik wil zo vaak aan dat soort dingen meedoen. Maar dan ben ik denk ik weer van, oh, is te veel. Hoe oud was je toen in Afrika gewoond hebt? Misschien toen ik vanaf ik, zeg maar, 9e tot 14 of zo. Oh, dus gewoon, je was gewoon bij je, zeg maar. Ja, man, was 5 jaar of zo. Moest je, laat me geen rare vraag stellen. Dat is een vraag. Nee, ik wil vragen, ja, ik weet niet, man. Ja, je bent een klootzak. Je bent een klootzak. Je corrigeert jezelf. Nee, man, zeg maar. Be honest, bro. Afrika, zeg maar, ik denk aan rare shit. Ik maak altijd grapjes met Kroekstad die uit Afrika komt, toch? En, zeg maar, als we dan, zeg maar... Is dat grappig?
Nee, Zuid-Afrika komt. Nee, dat is niet grappig, hoor. Oh nee, ik dacht, je weet toch, clarify the situation. Ga dan. Ik snap wel wat je bedoelt. Je moet zeg maar daarheen gaan om zeg maar te zien. Want, maar jij bent daar geweest, toch? Dus ja. Je ziet ook gewoon van... Ghana ben ik geweest en wat is die andere? Ik denk, als ik aan Afrika denk, denk ik zeg maar gewoon aan Discovery, ding, die shit. Ook gewoon mensen, maar ik denk ook aan die dieren en zo. Denk ik gewoon, je denkt gewoon, daar is gewoon één grote jungle? Nee, dat denk ik niet per se, grote jungle. Maar ik denk van, hoe komen die dieren niet zeg maar soms waar die mensen zijn? Zeg maar. Bro, nee, het is gewoon ook gewoon civilized, hè, bro. Het is gewoon, dat is hier. Het is groot, hè, bro. Ik hoor dat, Accra is dat toch? Ja. Is een soort van kleine Dubai aan het worden, hoor ik. Ja, man, zo. Is gek, toch? Ja, is gek. Daar was wel in december. Ze vliegen vanuit Amerika zelfs, man. Ja, man. Ja? Is te lit, man. Serieus? Is te lit, gewoon. Te lit. Gek. Jammer dat ik deze december niet ga, man. Maar je bent dus van 9 tot je 14, daar was je daar. Waar heb je gewoond? In Temma. Dat is zeg maar in de buurt van Accra. Dat is wel... Een dorpje of zo? In die dorpje is zeg maar... Zeg maar, Accra is die grote stad. En dan heb je nog die kleine, zeg maar, hoofddorp. Ja, zeg maar. Ja, ja. Zo. Wat heb je allemaal meegemaakt? Dan? Je hebt op school gezeten. Ja, man, broer. Heb je dieren gezien? Heb je rare dieren gezien? Nee, maar dat zie je gewoon alleen in de zoo. Als je naar de zoo daar gaat en zo. Maar gewoon, weet je toch... Voetballen met blote voeten, zeg maar. Dat heb je allemaal, allemaal gedaan daar zo. Gewoon gechilld. En scoren, hoe was scoren daar zo? Broer. Uniform. Uniform, pakslaag. Ja, serieus? Broer, geef je pakslaag, broer. Turkije ook, man. Eerste keer dat ik pakslaag kreeg, ik belde mijn moeder gelijk op. Ik zeg, yo, ik wil hier weg. Maar je had toen ook in Nederland gewoond ook al? Ja, ik ben daar nog niet geboren. Ah, je bent hier geboren tot 9? Ja, toch naar daar. En toen moest je naar daar? Ja. God, was dat moeilijk? Was dat moeilijk? Broer, moeilijk. Ik kom terug. Wow. Helemaal. Verwilderd. Ja, niet verwilderd. Soort van. Zeg maar. Ik had dat in Turkije, broer. Ik kom terug naar Nederland, ik had cultuurshock, bro. Ik moest een klas. Ik was helemaal soort van in die mindstate van Turkije geraakt. Ja, ja, dat wel, dat sowieso. Ja, dat bedoel ik met verwilderd. Maar ook sociaal, toch? Maar je komt terug, je bent... Anders. Je bent anders. Ja. Je moet nog even bijbenen, ja, je bent nerdy. Ja. Ja, man, precies dat. Ja. Bro. Ja, kom je gelijk bro, ik heb die tori, die uniform en klappen tori, heb ik ook in Turkije gehad, man. Ja. Ik... zat op zo'n scorro, was een beetje... Wat vond ze daar? Ik kreeg platte hand, bro, van de directeur. Waar? Op school, bro. Maar waar kreeg je die platte hand? Ankara. Waar kreeg je die? Op mijn gezicht. Nee. Ja. En kijk, dit is die tori. Die school is een beetje, was een beetje ook islamitisch, snap je? Nu, pauze, chicks daar zo. Ik begin gewoon een beetje een van die chicks te chanten. En zij heeft mij gewoon... Zij ging naar die directeur van, yo... He whistling at me and he's saying obscene things, dit. Hey, die man zegt tegen mij, kom eens even in die kantoor. Hij doet die deur dicht, hij draait om, hij geeft mij plakak in mijn gezicht. Hoe oud was je? Ik was 14 of zo. Ik ga naar Osso, bro. Mm-hmm. Je weet al, ik ben gewoon bang om Osso iets te zeggen, bro. Ik ben in mijn hoofd aan het bedenken, hoe ga ik dit, zeg maar, onopgemerkt laten gaan, snap je? Ze komt thuis. Maar omdat ik daaraan denk, ik ben gewoon stil. Dat mijn pa zegt tegen mij, fuck, waarom ben je stil? Ik zeg, ik geef hem niks, joh. Ze zegt, wat is er met jou aan de hand, man? Dus ik geef hem dus... yo, that fucking headmaster, bro. That motherfucker slapped me. Je weet toch? Hij zei, what? Hij zei, what did he do? Hij zei, morgen breng ik jou naar school. Toen zijn we naar Scorro gegaan en... Heeft hij kleine herders gezet daar, man. Ja. Ik had ook zo'n tori, man. Eén keer. Ik was buiten, maar ik was zo'n vervelende guy, toch? Ik had zo'n cross. Broer, ik cross gewoon voor iemands gezicht, zeg maar. Een beetje. Maar die guy komt van een gekke wijk, zeg maar. Je hebt daar ook gekke wijken. Kan je nagaan. Broer, die man gaf me één platte hand. Ik blaas terug naar mijn madre, broer. Heel die buurt ging die man zoeken. We hebben hem niet gevonden, broer. Ik zeg eerlijk, dat was wel echt één avond, man. Gek. Ja, is para, man. Ja, man. Zijn dat zeg maar die momenten dat je zeg maar weer of zeg maar dat je weer met twee benen op de grond wordt gezet? Van ja, je bent niet untouchable of zoiets. Nee, niet per se zo, maar dat je gewoon een soort van niet untouchable, maar gewoon dat soms word je gewoon dat je eventjes die goddamn life. Weet je, dat zeg maar gewoon, toch? Bro, ik zeg je eerlijk, when I got slapped, I dacht van damn, really? Ja. Dat dacht ik van wow. Is dit echt gebeurd? God damn. Weet je? Ik kon het niet geloven, man, bro. Ik ken dat helemaal niet. Ik dacht, school, chiemeis, dat is toch gewoon wat je doet, bro? Ja. Jongens, meisjes, je gaat toch gewoon... Ineens, I got slapped.
Ik dacht van, god damn, man. Maar hoe lang zat je op die school? Ik kwam net op die school. 6 maanden of zo. Ik was net daar, man. Eerste jaar. New kid. Maar, je zou deze expeditie zou je dus overleven, denk je? Hoe onthoud je dat, zeg maar, eigenlijk? Ja, dat was echt een kus, man, bro. Ik ben helemaal weg, bro. Hij heeft zijn kaartje, jongens. Ben je, zeg maar... Hoe ik dat doe? Ja, hoe doe je dat? Hoe bereid je dat voor? Ja, hoe zing jij zo? Hoe ik zo zing? Ja, lukt gewoon. Ik probeer iets, het lukt gewoon. Man, god damn, Fred. Ik weet het ook niet. Maar dat jaar van Joost was ik ook gevraagd voor expeditie. Ja? Ja, man. Maar? Ging ik op gesprek, vroegen ze van, ken je rappers en bla bla bla. We laten je binnen een paar weken weten. Was het gewoon van, nee man, we hebben voor iemand anders gekozen. Serieus? And he's sitting right next to you. God damn. Zouden we strijden dan? Dat had Joost gedaan ook met die film Suriname. Nee man, als jij er was, bro, dan was ik nooit weggegaan natuurlijk. Snap je, bro. Dan waren we daar, had je tegen mij gezegd, hey, ben je het lapen, Matula? Nee, ga je weg, vriend. Dit, dat of andersom. Maar jij zou het moest zeggen eigenlijk. Ik was al gaan, man, naar dat gesprek. Ze zei dan na dat gesprek van, oké, wat een leuk seizoen. We hebben nog een paar... Denk je dat je ver zou komen? Ik zou wel ver komen, maar ik zou gewoon op het strand In een andere state of mind, in een andere vibe, in een andere tory zou ik ook lap gaan. Maar bro, het was een lape jaar, het was een lape shock ook, broer. Broer, je moet voorbereiden en zo, hè? Maar broer, ik dacht ik ga moeite hebben met Jonko. Bro, ik heb geen één dag aan Jonko gedacht, bro. Ik dacht alleen aan eten. Overleven. Ik dacht alleen aan eten, man, bro. Ik kon niks eten. En wat ik at, is het geen smaak, geen suiker, geen... Bro, de eerste keer dat ik een Oreo at, dat was het eerste wat ik at. Toen ik eruit kwam, bro, ik zag niet. Ik deed dit bijna in mijn mond, bro. Als ik terugdenk aan die ding. Ga mattie. Hoeveel dagen zijn? 9 dagen, bro. Oh. Was in 9 dagen niks in jouw mond geweest, bro. Hey, bro. Je gaat lapen, smaakbommen in je mond. Maar klopt het van ratten? Dat ratten, broer, dat ze... Tanto ratten, broer. Op een gegeven moment is het zo laat erg, broer. Jij ligt in die bed. Je weet niet meer of die zweet van jouw lichaam... Of het is een insect, die druppel. Ja. Of het is een druppel. Eén van die twee, broer. Allah, je kan het niet zien. Het enige wat je kan doen, is je vinger zo doen. En als je geluk hebt, voel je het is water. Oh, okay, niks aan de hand. En dan ga je weer slapen. Anders is het duidelijk een insect. Dus ik krijg geen drinken, je krijgt drinken, niks van hun. Ik krijg helemaal niks. Daar water. Water is daar. Alleen water. Dat, je moet ook van hun drinken. Je weet toch, zegt tegen jou, vul die fles 6-7 keer per dag. Anders ga je uitdrogen en zo, toch. En eten, dan moet je gewoon kijken wat je doet, bro. Wauw. Ja, eten moet je echt vinden. Mensen denken, het is bullshit, maar het is gewoon zo, man, bro. Echt, real. Je moet echt het is gewoon dat, ja, man. Wat zou je, hoe zou jij dat doen dan, Frenna? Ja, gewoon. Hoe zou je eten vinden? Kom op, man. Nee, niet gewoon. Kom eten vinden, gewoon. Dat is de broer, maar dat is ook die tory niet. Maar als je dat gaat... is niet die tory waarom ik weg ben gegaan, ook, zeg maar. Weet je toch? Dat is helemaal niet, man, bro. Bro, gewoon. Een trip, man, bro. Wat ik zeg, bro. Je bent van alles aan het afkicken. Je bent helemaal. Bro, ik ben 8 kilo afgevallen in die 9 dagen. 9 dagen, bro. Ja, bro. Besef je wat ik zeg, bro. Ik heb iets anders meegemaakt dan die mensen daar, zeg maar, bro. Snap je? Ik heb ook eten gezocht, bro. Ik heb 20 kokosnoten gepakt in die eerste 10 uur dat ik daar was, bro. Wat zeg je, bro? Ik heb die hele hut gebouwd. Dus laten de helft ook niet zien. Maar dus dat is wat ik zeg. Het gaat daar niet zozeer om, bro. Na die 6-7 dagen, bro. Die switch, man, bro. Ik zit daar, bro. Ik zit alleen tijd uit te doden, bro. Je zit zeker 15 uur niks te doen, hè, broer. Hè? Je hebt eten, je hebt drinken. En je zit met hetzelfde hoofd de hele dag. Zit je daar. Dus je moet ook een beetje een jilla mentaliteit hebben. En je kan niet slapen. Nee. En je kan niet slapen. Die nacht is fire. Je bent zweten. Dit, dat. Wat ik zeg, die zweetdruppels. Regen. En regen. Oh, joh, die regen. Laat me daar niet over nadenken. Broer. Ik heb één regennacht meegemaakt. Dat was mijn laatste nacht. En dat was nog die nacht dat ik aan het twijfelen was. Want ze waren Corrie eruit stemmen. Corrie Konings eruit stemmen. Ik snitch die motherfuckers ook. Ik zei, nee, jullie gaan mij eruit stemmen. Hoe lacht ik ga naar huis? Zo zei ik toch. Ik kon niet meer, broer. Zeiden ze, nee, blijf alsjeblieft. Ik zei, nee, man, ik ga losers. Stem. Wat verdient die winnaar? Het enigste is, ik kan niet zwemmen, man. Dat is wel kut, man. Ik kan niet zwemmen. Je kan ook niet zwemmen, man. God damn. Minder? Nee. 50. Aquasi, Frenna en Bonnie kunnen niet zwemmen. 50 of 30. Of, want je krijgt iets en dan met dat erbij zit je op een bank of zo. Die van een bedrag, hè, boys. Aan dit kant. Waarom zijn jullie... John, waarom moet je weer over de money praten? Nee, niet eens, man. Huh?
Volgens mij vroeg ik weet niet, man. Alles staat op tape. Alles staat op tape. Roos Rookworst, bro. Bedragen moeten genoemd worden. Hoe krijg je dat? Alles gezegd, bro. Daarom zeg ik, als die shit nep zou zijn ook, je weet toch? Zou ik je ook nu zeggen wat... Maar je moest niks ondertekenen, zeg maar, dat je niet erover mag praten of zo. Jawel, man. Je moet ondertekenen, man, bro. Maar gewoon dat je in die tijd niet erover mag praten. In die tijd, man, dat je gaat en zo. En daarna ook, man, als je eruit gaat... moet je ook, zeg maar, ik zeg maar wat... als je die spel duurt 30 dagen, toch? Je bent 10 dagen erin geweest. Dan moet je dus 20 dagen... mag je ook geen shows doen en... je weet toch? Eigenlijk op Instagram zijn en zo en shit. Dus je moet die shit echt van tevoren geregeld hebben... wat je al gaat posten... Ik zei al tegen mensen, man. Broer, besef, mee met expeditie, man. Ik kom terug, broer. Deed je al mee met expeditie? Ja, je was zeker 30 mensen had ik gezegd. Ja. Ik zie John wel lopen daar, man. Ik zie John wel lopen. Man. Mensen ruïneren dat. Pijl en boek. Klimmen, broer. Springen. Ik wil wel zeggen, het is een lape ervaring. Ja, gewoon in de nacht wanneer je daar bent. Gewoon, bro. Moet je kunnen zwemmen? Is dat echt een must? Ja, maar je moet kunnen zwemmen. Kan niet zwemmen, Bandy? Ik kan niet zwemmen. Je moet kunnen zwemmen. Ik kan mezelf redden. Maar dat is het ook. En dat is ook die ding. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat op poolparty? Je bent van die guy. Je hebt nog een kistje in, bro. Of ga je naar een... Ja, toch? Gek. Bro, in dit proef, je moet... Hey, jullie kunnen gewoon toch zwemles geven. Natuurlijk niet, bro. Dat ga ik niet. Bro, ze laten je lapen dingen doen. Je moet iets met slijm eten. Je moet een programma, man, bro. Ik zal een programma... Deze man denkt gelijk het zijn. Kees, jullie moeten echt gaan zwemmen, man. We hebben een nieuw programma bedacht, man, boys. Ik en Frenna en Aquasi gaan samen... zwemmen. Leren zwemmen. Zwemles. Ik kijk wel eens. Ik kijk. Ja, ik kijk het wel. Ik moest, weet je waarom kan je niet zwemmen? Easy. Omdat ik toch naar Ghana ging. En dus zeg maar, die lessen van zwemmen heb ik dat niet gehad in basisschool. En dat krijg je daar niet. Ik was vervelend, man. Gin Tori, neem zwemles. Ja, toch? Ja, dat wel, man. Ik ga wel beginnen, man. Ik heb mezelf geleerd met YouTube. Ja, ik heb wel Mattie die mij geleerd heeft, maar gewoon om te drijven. Ik heb mezelf geleerd met YouTube. Blauw, dubbel blauw. Ik heb mezelf geleerd met YouTube. Zwembad is ook lekker. YouTube is live. Zijn er zwemtutorials? Ja. God damn. So many people in that shit to do. How to swim. Learn how to swim. Learn how to swim. Ja. Ik heb echt... Maar hoe doe je dat? Ga je dan naar het zwembad met je telefoon? Huh? Ga je dan zo kijken en dan... Of je onthoudt het, zeg maar. Ik ga gewoon thuis. Als ik stoned ben, zit ik gewoon op de bank. Dan kijk ik die shit. En onthoud ik het gewoon. En als ik in het zwembad ben, probeer ik het. Dan denk ik van, okay, I got it. It kind of works. Oké, de backcrawl. Deze man is niet serieus. Serieus? Waarom kijk je sowieso altijd rare shit wanneer je high bent op YouTube? Man? YouTube is bro, zijn YouTube, zeg maar, history als je gaat kijken wat hij allemaal heeft gekeken? Rare shit, bro. Rare shit. Laatst deze man gingen wij dingen laten zien. Zo'n UK, zo'n blanke guy die dancehall maakt, gaat eten in Jamaica bij een of andere, hoe heet die guy? Rastamoko. Ja, heb ik van Ronnie, man. Shout out naar Ronnie. Ronnie, ja, man. Hebben we dat gekeken? Rastamoko moet je checken. Die man woont, zeg maar, weet je wat die man doet? Die man woont, zeg maar, in de bergen. In Jamaica ergens. Hij heeft zijn eigen stukje land. En hij verbouwt zijn eigen fruit en zijn eigen groenten. En hij kookt daarmee elke dag. En hij heeft, zeg maar, gewoon allemaal kleine kamertjes gebouwd. Waar je, zeg maar, voor een chawa per nacht, volgens mij, kan blijven daga. En dan kan je gewoon jonko smoken met hem. Hij maakt aito food voor jou. Hij gaat met je takkie. Hij gaat shit. Hij heeft ook, zeg maar, hij kan je ook, zeg maar, healen. Als je, zeg maar, bepaalde dingen hebt, hij gaat je uitleggen, deze herb is voor dit, deze herb is voor dat. Als je ziek bent, maak dit. Weet toch? Als je wil groeien, moet je dit eten. Als je, weet toch, ik bedoel, al die dingen van... Het is koude interessant, man. YouTube is live, toch, boys, of niet? Kijken jullie niet veel YouTube? Ja, YouTube ook al, maar meer Wikipedia, man. Wikipedia, ja? Lezen. Waar haal je al die tijd vandaan, man? Hè? Waar haal je die tijd vandaan, man? YouTube. Op je zeilen. Ik moet, zeg maar, broer, ik ben de hele dag bezig. En dan moet ik, zeg maar, die moment hebben van... Ja, dat heb ik ook, maar dan, dat, ja. Hoe doe jij dat? Ja, gewoon een snelle Netflix of zo, of een, als ik een lauwe serie heb gevonden, of een game. Ik heb dat heel soms. Dus hoe hij Netflix pakt, pak jij YouTube? Ja, maar ik heb ook heel soms dat ik, zeg maar, iets moet kijken wat, zeg maar, geen inhoud heeft, of zeg maar. Ja, ik heb dat ook vaak, man. Ja, maar dan heb ik te veel shit gezien. Shit gehoord op die dag. Ja. Dan moet ik South iets... Park, weet ik veel. Ja, precies. Ja, iets doms kijken. Family Guy. Gewoon iets doms. American Pie. Gewoon iets doms. Een oude. Ik kijk heel vaak ook oude Peter R. de Vries.
Ik hou van Undercover in Nederland. Vind ik master. Ja, man, die shit check ik ook, man. Ik vind John van Heuvel vind ik echt een irritant ventje. Maar ik kijk wel zijn shit altijd. Maar hij praat altijd zo. Ik check wel zijn shit. Alles, ja, dat soort dingen check ik altijd wel. Wat check je nog meer? Wat check jullie op televisie? Wat is echt een programma die je niet mist? Ik kijk geen tv, man. Kom, nee, ja? You got IPTV, dog. Shit. Wat is een serie die je echt volgt nu, hè? Frenna's in Greenleaf, weet ik. Ja, ik heb Greenleaf. Ja? Je vindt het hard? Ik vind het dan te hard. Jij hebt me erop gezet, toch? Ja, toch? Oh ja, shit. Wat vind je echt harder aan, dan? Broer, ik ben ook, zeg maar, soort van een beetje... Mijn moeder is ook heel gelovig, weet je toch, met die dingen. Dus ik weet niet. Dat zulke shit ook in de kerk kan gebeuren, is je toch... Het is bijna niet te geloven, niet zeg maar. Te geloven, ja. Het is elke scène dat je denkt van... God damn, gebeurt dit. Ja, man. Maar wat is eentje? Wat check jij nu, Spinker? De laatste serie die ik heb gecheckt is Gangs of London, man. Oh ja. Joe B heeft me op dat gezet. Waar zit hij? Waar kan je die ook weer checken? Ja, je moet die Stars app hebben, man. Ja, maar Turk heeft altijd links. Ja, of je moet die IPTV hebben, man. Heb je dat? Fix Your Life, nigga. Oh, is die Tori, toch? Die... Fix me dan. Zeg maar. Ik heb je toch al gefixt, bro. Je zou die man checken. Je hebt die man niet gecheckt. Je bent op niks, man. Pah. For Life. For Life op Videoland. Dat is een goede serie. Hoe? For Life. For Life? Ja. Dat is die van 50, toch? Ja. Oh, ja. Op Videoland? Ja, man. Ja, hoe weet ik dat niet? Ja, man. Dat is die van 50 met die guy die vast zit, toch? Ja, man. Ja. Ik ben er nu klaar mee, man. Checken, man. Volgens mij komt er nog een seizoen. Ik zeg eerlijk, ik check Sopranos weer, man. Ik ben weer aan Sopranos. Ja, man. Hard. Eerlijk, man, Game of Thrones, man, changed my life. Serieus? Ja, alleen, ik heb dat nog nooit gekeken. Die laatste seizoen is kaka, man. Ik ben tevreden, man. Bro. Ja? Ja, ik vind het hard. Ik vind die einde hard alles, man. Ja, ik ben tevreden, ik ben blij. Maar ja, een lijpe serie, inderdaad. Is een lijpe serie. Wat checken jullie, Netflix of Prime? Bro, ik heb alles also, man. Ik heb Prime, man. Netflix, Disney Plus. Dat al die shit. Is dat, man, bro. Ik Disney heb Plus al die apps, heb al die dingen, dus man. Zeg maar gewoon wat hard is en ik ga checken, man. Maar hebben jullie ook een probleem dat jullie, zeg maar, veel zoeken? Nee, ja, dus dat. Ik blijf maar zoeken, bro. Ik ben al die jointjes op de helft, man, bro. Als ik iets heb gevonden, dan is het nog kaka. Die zoek je irritant. Ga ik een nieuwe aanzetten en dan ga ik maar een nieuwe jonko draaien. Want dat die slaap jonko was. Ik heb één verslaving, boys. Dat als ik, zeg maar, ga eten, dan moet ik, als ik ga eten, moet ik iets kijken. Dus soms ben ik, zeg maar, zo lang aan het zoeken als mijn eten koud. En dat soort dingen, zeg maar. Serieus, heb je dat niet? Fuck erop. Future. Heb je dat niet? Heb je dat nooit? Damn. Heb je niet echt honger, man? Ik moet iets kijken als ik chap, maar heb je dat niet? Jij kan gewoon... Ik kan dat niet, man. Ik zet gewoon iets. Maar niet uit. Ook gewoon. Verder naar Solo. Eventjes heel de show verpesten. Ben je puur of met tabak Solo? Solo verpest even heel de podcast omdat hij een jonko wil. Lekker dan Solo. Een momentje uit in brandvlieg, pik. Solo, bedankt. Solo, bedankt. Sony, Solo. Je bent fire, man. Allah. Ik lul hem altijd. Weet je wat ik altijd zeg? Als ik geen grapjes met je kan maken, dan ben je niet mijn guy, man. Toch of niet? Tuurlijk. Wij maken meestal de gekste grapjes, man. Of niet? Er is nog laatst op de playlist. Welke? Met die vertalen. Ja. We gingen het er lang door in. Soms gaan we ook stemmen. Soms... Turk was boos die dag, hè? Hij lacht niet meer met ons. Welke vertalen, bro? Met Google, toch? Die Google stem. God damn, bro. Dat was echt irritant, man, bro. Dat was irritant, man, bro. Deze man begon, toch? Spenker begon met, ja. Spenker is... Hij is vervelend. Weet je wanneer het leuk was? Toen je hef aan het vlammen was. Dat was fun. Toen ik aan het vlammen was? Nee, toen niet meer, man. waar hebben we het over dan, boys? Signed off. Kijk, moet ik het even laten horen? Ja. Laat even iets horen. Zeg even eentje voor Kevin. Eentje voor Kevin, ja. In het Nederlands of Engels? Original way. Original way? Original way. Nederlands van. Nee, wat is de original way? Ik wil, ja. Maar ja, kan. Ik genoot van die Engelse, man. Ja, ik ook, man. Die Engelse stem was grappig. Ben je in de waterturk? Ja, man, bro. Zullen we het zo even hebben over je... Hoe zeg ik dat? Nee, doe maar niet, man. Doe maar niet, bro. Als je we gaan zo even op Tarkan. I think we got one. Ja, we got one? Ja. Kevin likes eating us every day. Wat? Even opnieuw.
Kevin likes eating us every day. Ja, ja, Kevin. That's how you roll, dog. That's how you feel, Kev. God damn. Okay. Dat soort shit. Appetite, Kev. Come on. Man got an appetite. Maar Turk, jij bent gesuwd door Tarkan. Nee. Oh. Get your facts right, nigga. Get your facts right, nigga. Nee, maar, he wanted to. Hij wou. Waarom? Hij wou het doen. Omdat ik in die clip met SFB, Napi Online, heb ik zijn gezicht op mijn eigen gezicht geplakt. Omdat ik een paar bars over hem gooi. Ja. Wel gewoon love bars. Geen vijf dingen. Maar hij heeft dat gezien. En toen Iedereen liked it. Ik kreeg bericht vanuit zijn team. Van yo, haal die video weg. Of we gaan je aanklagen. En toen zei ik van yo, die pokoe is uitgebracht via Nederlandse label, man. Ja, check ze gewoon, je weet toch? Y'all trying to sue me. Go check ahead. Je weet toch? Ja. En toen had ik mijn manager in Turkije, Rezabi, strijder, my G. Ik heb hem gecheckt. En ik leg hem die situatie. En ik zei tegen hem van, yo, fix gewoon een soort dinner met die guy of zo, man. Je weet toch? En daarna heb ik er niks meer van gehoord. Dus binnenkort ga je... Nee, man. I didn't get sued, maar die dinner gaat denk ik ook niet door. Sorry. Maar ja, het is gewoon prima. Still don't like your ass. Maar ja, het is prima, bro. Het is wel gek dat hij, zeg maar, want ik kan me voorstellen dat at one point in je life dat hij, zeg maar, een held was, toch? Nou, held niet, maar hij was wel gewoon een... One-hit wonder. Een Turkse guy die... Ja, een Turkse guy. Zeg je one-hit... Hij heeft toch één wereldwijde... Ja, maar in Turkije heeft hij wel echt een hele lang run aan... Mohim, je hebt het met... Het was no disrespect, het was alleen maar love. Ja, sowieso. Was het love vanuit jou, gewoon zeg maar, dat je zijn gezicht gezet had? Ja, die lines waren ook gewoon love. Precies, dus het is niet zeg maar dat hij zeg maar... Pause. I was wondering. Het is niet dat hij in de rechtszaak kan zeggen van kijk wat hoe slecht. Nee, zeker niet. Daarom was ik ook zeg maar kalm in die tory van ja, check de label gewoon man. If that's the route y'all trying to take, prima man. Ja. Maar we kunnen ook gewoon zitten en... Wil je ze tegen hem zeggen? Neem ik Spanker mee en... Wil je ze tegen hem zeggen? Ja, zou hard zijn. Zou je dat toch? Ja, dat wou ik toen ook al tegen hem zeggen. Carlo hard, een pokken met Tarkan. Met Tarkan, raar. Wat wil je tegen hem zeggen? Zeg iets tegen hem. In Turks. Hij kijkt nu. Love you, bro. Love you, bro. Zeg iets in het Turks. Tarkan, love you, bro. In Turks. Tarkan, ze is weer een bro. Kort, man. Kom op, man. Is te kort, man. Bro, het is een misverstand. Het was alleen maar lobby... Ja, toch? Rust genoeg. Waar je kom je aan de spa? Hij moet je aan de spa. Dat was toch love? In ieder geval... ging dus niet door. Die suing. Ja. En om terug te komen op je vraag. Je weet toch? Ja, man. Good times. Wel gek. Shara Natar kan wel. Legend. Ja, gek. Big legend. Gek. Je weet toch? Gek. Hopelijk... nodig die een keer Spanker en mij uit naar de studio. Kunnen we iets voor iets is maken? Is hij nog steeds actief? Ik weet niet of die echt albums uitbrengt. Maar ik bedoel, zijn tours zijn allemaal sold out. Altijd. Hij is gewoon een... voor Turkse popmuziek is hij wel gewoon een van de icons. Snap je? Ja. Ik wil nog even teruggaan op dat PC over geld, man, Spanker. Ja. Want wat de best... What you got? Nee. Damn. Ik zou kunnen spa lijken. Nee, man. Wat een heel goed gesprek voor mijn gevoel. Ja. Ik leer heel veel dingen van jou ook. Dat zeg ik altijd, toch? Mm-hmm. En wat ik zeg dan... misschien denk ik daar anders over. Maar ik vind dat je er gewoon heel goed met je geld omgaat. En dat je gewoon... denk ik daar anders? Nee, want je zei net van... En Frenna zei ook, nou... Nee, maar jij zei dat die man nooit stunt. Maar hij stunt wel. Gewoon, hij stunt wel, zeg maar niet, zeg maar... Hij stunt gewoon niet op jou, man. Hij stunt gewoon niet met jou. Waarom ben je zo? Nee, maar gewoon... Als hij daar in Den Haag is met Frenna en Turk, moest je het weten. Ja, hè? Ja, ik zie al hoe ze bewegen. Zie hoe die man beweegt. Ja. In Miami, die man, dat gat in zijn hand, broer. Ja? Snitch. Je ging ook in Miami. Dat gat in zijn hand, broer. Ja, broer. Toch, je moet ook leven. Dat is ook belangrijk. Zeg. Nee, maar serieus. Zeg maar, natuurlijk, je moet jezelf belonen, toch? Je werkt hard, man, broer. Dus, zeg maar, ja, man. Dat vind ik ook belangrijk. Zeg maar, je weet zelf, als we op vakantie gaan, ik hou gewoon van luxe shit. Gewoon dat we gewoon
wel goed leven. Ja. Maar het is ook niet altijd nodig, zeg maar, snap je? Dus... Hoeveel heb je gebotst in toetsies? Wow. God damn. Ik heb beelden gezien, hey, man. Evenveel als jou. Ja, wat is dat dan? Wat is dat dan, toetsie? Kev, we hebben ook eventjes iets gedaan. Wat is dat dan? Wat deed je in L.A., Kev? Broer, ik heb beelden gezien van L.A. Het was wel heftig. Maar was L.A. heftiger dan... Maar mensen vragen zich nog steeds af van, wat is laminaat? Besef, Spanker is gewoon in L.A. gegaan en ook in... Ja, hij ging door. Hij ging van L.A. door. Snap je? Ja, dat en dan zeg je deze man. Eerste stuk was motor, eerste stuk was Sean. Sean. Was die trip sowieso. Door. Je moet ook een beetje bossen af en toe. Maar wat is je theorie over money? Mijn theorie over money? Live life. Live life, maar ook zeg maar... Wat ik zeg toch, ik heb niet veel nodig. Ik vind zeg maar... ergens ook jammer dat... money bestaat soms. Zeg maar omdat mensen... fucked up shit doen voor money. Ja. Mensen met macht en met veel geld die macht hebben, doen soms ook bepaalde dingen die niet kunnen, je weet toch? Mm-hmm. Dus zulke dingen haat ik bijvoorbeeld van geld. Maar ik hou ervan dat het zeg maar mogelijkheden brengt. En ja, bijvoorbeeld dat ik mijn familie kan helpen. Dat zijn zeg maar de dingen die voor mij belangrijk zijn, je weet toch? En wat is niet belangrijk? Nou, mensen laten zien hoeveel geld ik heb of wat ik heb. Of zulke dingen zijn voor mij niet belangrijk. Ja. Hoe denk jij daarover, Jono? Same shit. Maar wel gewoon af en toe, bijvoorbeeld op een vakantie, zoals hij zegt. Wel even gewoon losgaan. Genieten van live gewoon. Zeker. Jij, Frenna? Ja, same. Maar soms... ik weet niet. Soms ben je gewoon... Ja, wil je dat doen? Zo weet ik veel. Ja. Het zijn gewoon fases, toch, denk ik. Fases. Dat je denkt van... Hey, ja, toch? Maar soms ben je ook gewoon tranky. Soms ben je ook gewoon tranky. Soms lokken mensen je uit de kast of zo. Dat hoeft niet altijd, toch? Het brengt gewoon. Hoe lokken mensen je uit de kast? Wacht even, hoe lokken mensen je uit de kast? Ik weet niet, man. Ja, vertel even, Francis. Ja, hoe lokken mensen je uit de kast? Ja, uit de kast. Ik weet niet, man. Ik weet niet, gewoon... Wat maakt jouw hoofd echt heet? Moet ik niet aan iets denken, rust denken? Nee, maar... uit hoe jouw hoofd... Wat ik ook echt weet, of... Ja? Wanneer denk jij van... Oké, wacht. Oké, wacht. Allee, Jonna. De mensen die mij kennen lachen het uit. Ja, ik zie Jonna dit dichter. Ik weet niet, bro. Precies. Ja, man. Hoe lokken ze je, man, bro? Hoe lokken mensen je uit de kast? Kom op, man. Even iets, man. Ik weet niet, man. Ik weet niet, man, bro. Je weet niet? Maar soms heb je soms het gevoel van, ik moet even laten zien. Soms moet je mensen even reminden aan wie de fuck je bent. Ja. Damn. Hele sterke bar. Ik denk dat het ook komt gewoon door de... Je weet toch, waar we zijn toch. Waar we zijn ook toch. We zijn in een cirkel met dat heel veel van dat soort mensen. Dus je gaat je ook zo, je weet toch. Je gaat ook een klok willen kopen. Je gaat ook een waggie willen rijden. Je stapt continu bij mensen in met waggies. Je gaat naar dat streven, zeg maar, je weet toch. Ja. Dat is normaal. Je komt bij een gekke ossos. Je zit op mooie banken. Wil je ook hier, waarom kom je op het... Er is helemaal niks mis met de IKEA-bank. Helemaal niks mis mee. Het kan zelfs super chic en chachi zijn. Maar je komt continu op die gekke designerbanken, tories. Helemaal, maar dat is ook sinds vroeger, toch? Niks mis mee dat je zeg maar, daarna streeft. In live ook, zeg maar. Dat is, ja, begrijp je? Ja. En, dus zeg maar, soms is het ook goed, hè? Om zeg maar, die trigger wat hij zegt... Je weet toch wat je van anderen kan krijgen. Van, ja. Die waggie of is awesome. Maar Michael Jordan, zeg maar. Zijn hart juist. Michael Jordan had het ook, toch, zeg maar. Hij moest ook, zeg maar, een soort van iets hebben, zeg maar, om gaas te krijgen, toch? Mm-hmm. Dus, zeg maar, soms ging hij, zeg maar, ook dingen in zijn hoofd. Hij ging verzinnen. Ging die dingen liegen in zijn hoofd, van. Ja, man. Ja, nee, hij had tegen mij gezegd. Hij had één gimma, had hij een slechte gimma, toch? Ja? En toen ging die... Boys. Eén slechte gimma, en na die gimma... Het was in een playoff of zo. En na die gimma... Hij heeft in zijn mind gezegd tegen zichzelf dat een van die spelers, zeg maar, hey Michael, good game, hè, soort van beschouwend tegen hem zei. Is niet gebeurd. Volgende game heeft hij die guy helemaal doodgespeeld en gewoon rare punten gescoord en zeg maar, hij had dat nodig. Ja. En achteraf zegt hij ook van... ook een keertje zeiden ze van deze guy, deze is een soort guy uit Europa, was een soort talent.
En die zou zeg maar komen, ook volgens mij naar de Bulls. En toen kwam hij hem tegen, zeg maar, in een, met Amerika, toch? Ja, man. Zit niet met de Bulls, met Amerika. In Barcelona. Zeg maar. In Barcelona. Heeft hij die guy, en die coach, zeg maar, zijn coach was zeg maar van, ja, deze guy, goed, bla, bla, je weet toch. Hij maakt die guy heel, gewoon zeg maar, dat was zeg maar zijn extra gast, toch? Dus ik snap, ik snap zeg maar wat je... Uiteindelijk is die guy wel naar Bulls gegaan. Dat is Tony Kukoc. Ja, hij is gekomen, ja. En ze zijn ook, volgens mij daarna ook een beetje best wel matties geworden. Toch? Volgens mij zijn niet echt matties. Volgens mij alleen met Pippen en zo was hij echt matties. Maar ik snap wel wat je zegt als je zegt van... soms uit de kast, kast lopen, toch? Ja, toch. Je hebt motivatie ook, toch? Ja, toch. Eigenlijk wel, man. Het is niet per se verkeerd. Ik kan me niet voorstellen dat het verkeerd bedoeld is, toch? Hey, je gebruikt het als... Als gas. Als gas, ja. Toch? Ja. Beetje. Hebben jullie dat ook? Jawel, man. Ik heb bijvoorbeeld als ik een 1-1 zie, als ik zeg maar een gekke 1-1 zit, dan denk ik van ja? Dan ga ik al rot, joh. Oh ja, ja. Dat toch? Ook, ja. Als je een gekke beat hoort, denk ik. Gekke beat hoort. Ja, man. Ik heb dat ook nodig. Ja, hè? Dat ik even denk van wat? Ga je dit doen? Ja. Ga ik in de studio, denk ik. Ja, man. Dan word ik helemaal gek. Dit heeft Ronnie Flex me zo vaak gegeven, broer. Ja. Broer, soms hij laat me een pokoe horen. Denk ik van, ik ga naar huis, broer. Je bent gelijk. Ik ben gelijk. Ik dacht van, deze man is vet. Ja, man. Ja, man. Dat heb ik bij Ronnie ook echt Ronnie heel vaak gehad, Ronnie, heb ik man. Dat zo vaak gehad, broer. Ja, man. Ja, man. Is Ronnie de GOAT van Nederland? Ja. Ja, toch? Unanimous. Jawel, man. Ja, toch? Artistically is hij gewoon op een ongekende niveau, man, bro. Die gesprek die we hadden laatst over... Er zijn meerdere GOATs, toch? Wat het gesprek wat we hadden. Ja, deze ja, ja, ja. Ook laatst ook. Er zijn verschillende goals, denk ik. Ja, maar. Want hij is gewoon niet maar hij hoort wel, zeg maar, in die conversation. Ja, hij zit erbij, zeg maar. Ja, sowieso, 100%. Man, dat sowieso, man. We hadden die gesprek laatst toch? En toen zeiden we van, er zijn verschillende goals, toch? Mm-hmm. Of niet verschillende goals, maar je hebt goals en je hebt legends. Mm-hmm. Wat was ook weer die onze... Wat was Chief Keef, toch? Met, het begon eigenlijk bij die discussie van, oké. Future of Young Talk. Ja. Oh ja. Begon. Ja. Still Young Talk. Ik ook, man. Je vroeg me. Ja, toch? Ja, toch. Jij bent? Jij zei Young Talk. Ik ben zei Young Talk. Ik ben wel Future, man. Ja, future, ik ben ook broer. Ik zeg ook Young Talk. Broer. Future, man. Jij zei Future, hè? Nee, ik zei Young Talk. Jij zei Future. Nee, juist niet. Jij ja, zei Young Talk. Jullie gingen Future. Ja, ik zei ook Young Talk. En toen zei ik van, no man, Future wel. Ja, voor mij is het gelijk. Want als je gewoon... Hij ging me weer reminden van... Maar kijk, als je zo naar Young... Als je het zo hoort, dan denk je van, oké. Maar als je even weer gaat reminden... Maar je moet wel zeggen, zeg maar... Young Talk op dit moment vind ik wel harder dan Future. Maar zeg maar, je kan Future ook niet vergeten. Hij is dus goed. Hij is goed, broer. Als je die pokus terug gaat luisteren, broer. Never stop. Wat is een goat? Wat is de definitie van een goat? Broer, Future's a goat. Greatest. Ja, man. Ja, man. Zeker, man. Op die Atlanta-sound, wat zeg maar nu gewoon pop is, een soort van geworden. Je weet toch gewoon, dat is die hij sound in Amerika. Gezien, dat man. Is dat hij gewoon... Werd. Impact gewoon. Je had zo'n plaatje dat je... Hij wordt wel genakt van... Jesus, van die T-Pain, toch? Nee, man. Totaal niet, man. Nee, man. Maar hij was anders. Ze heel anders, man. T-Pain is lief. Je kilt T-Pain wel. Future maakt gewoon trap. Maar je kilt T-Pain wel. Door wie ben ik gaan rappen? Door wie ben ik gaan rappen? Ja. Door Campy, THC, Extens, Brainpower, Atje. Dat soort dingen, man. Jij? Ik had ook echt... Campy sowieso, maar Future ook echt, man. Bij Future ging ik gewoon echt... serieus. Ja, toen kom ik. Hoe? Toen Future opkwam, ja, toen begon wanneer ik gewoon. Future, wanneer kwam Future, Petje? Petje heeft weer zijn laptop dicht. Dit is een ding. I know, Petje. Je komt alleen voor Kreef. I know. Je maakt alleen voor Kreef, man. Of een Kreef was in 2012. Ik heb helemaal geen Kreef. Bro, weet je waar Future is begonnen? Je hebt weer 100. Future is dingen zijn niffeltje, man. Al 2 jaar. Ik ken alleen, ik zeg eerlijk, alleen die hits. André 3000. Ik ben nooit gewoon diep. Ik kende alleen die hits. Maar toen. Ik ben zelfs niet meer gesprek. Hij zat in die Dungeon Family Tories. Ja, dat wel. Hij zat daarbij. Laten we één gesprek voeren, boys. 2012, 2015. Ja, dus. Ja, want je eerste poko was. Flexen. Ja, toch? Ik had wel flexen. Toch. Ja. Gek, ik weet nog toen ik die shit zag voor de eerste keer, man. Ja? Nee, dat was niet het eerste wat ik zag van jullie, man. Het eerste wat ik van jullie zag was. Of wat ik van jou zag, denk ik, want dat is niet eens SFB. Was met Yves... Ook weet je die pokoe? Paraplu. Kan wel, volgens mij. Is dat voor? Is niet voor. Is dat na flexen? Nee.
Yves zat was een tijdje in APF. Ja. En ik zat in de SFB. En toen hadden we gewoon gezamenlijke APF, SFB. Hoe ging die pokkel? Die was ook, was ook een goede. Helaas zijn er wel niggas die echt zo zijn. Die pokkel? Ja. Die pokkel, maar zeg maar. Die heeft mij eerder. Die had me over. Ja. Zeg maar, en die flexen dacht ik van. Nee. Van. Die is nog soort van. Broer, ik zeg eerlijk, maar dat al die flootjes is gewoon een beetje. Ik ging gewoon kijken naar Future van. Hé, hoe pakt hij het aan? Man? Gek. Ja, man. Gek, man. Ja, de gekste. Wie was de producer van die eerste? Bro, internet volgens mij. Internet. Ik ook, man, eerste. Gek. Allemaal bijna. Gek. Hoe gaat het dan? Gek, hoe? Huh? Denk je daar nog aan, man? Wat dan? Ik ben de tijd al helemaal kwijt, man. Nee, man. Ik weet nog dat je mij checkte die dag dat je mij checkte. Volgens mij was het Ping-model, man. Dat je mij checkte, yo, van... Ja, jullie hebben een pokoe, hè, samen. Ja, die SFB-pokoe. SFB. Mm-hmm. Dat is gekke pokoe. Daarna kan je kijken. Dat is gekke pokoe ook. Ja, maar gek. Ja. Maar broer, hier, Future. Gewoon Future, of gewoon Atlanta-achtig, toch? Ja. Ja. Maar Future, was Future toen ook al zo groot? Nee, toch? Ja, ja. Hij was in die combo, maar hij was daar groot. Maar hier was hij niet groot. En dat is die ding, je weet wel, zeg maar. Was, zelfs Beast Mode was hier eigenlijk niet eens... Nee. Poppen ik was zo, 2013 was ik in Amerika. Future werd overal gedraaid. Ja, bro. Toch? Dat was overal. Maar bro, hij zat daarvoor. Turn up the light. Voor iedereen te ghost rijden. Overal. Dan stond hij op refreintjes dat je niet door had. Bro. Ja, hij is Bugatti, die refrein. Ja, die Bugatti is mensen hebben dat niet door. Je denkt, juist. Bro, mensen hebben dat helemaal niet door, maar dat is Future die dat refrein doet. Dat is gewoon een melodie. Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Veel achter elkaar gegooid. Dat is Future, bro. Dat is Future die dat spit. Achter elkaar. Ik weet niet eens hoe je dat ook. Ja, van Beyoncé. Ja, die Drunk in Love. Wat heeft hij geschreven? Be all right. Ja. Ja, man, hij heeft die geschreven, man. Ja, man. En Love Song van Rihanna heeft hij ook gedaan. Wat is dat ook weer? Love Song. Maar daar zit hij zelf op. Die is dood. Maar ik zeg je wel eerlijk, hij moest wel op me groeien, man. Ik denk eerst wat ik van hem hoorde was die Tony Montana. Ja, die hey bro. Ja, dat was de zijn stem. Ik weet niet, stem. Hij is gaaf. Was wennen, man. Pas later ging ik. Bro, besef, deze man was gewoon vroeger, zeg maar, hij rapte echt. Hij was in die Dungeon Family, hij was echt op bars, gewoon moeilijk rappen. Mm. En toen zei die Andre 3000 tegen hem van, yo bro, je rapte moeilijk, man. Maak het simpeler, man. Ja, toch. En toen kwam hij met dingen, man. Met die... I rock Gucci, I rock Belly, at the same damn time. Ja, ja snap je. Toen kwam hij terug met die. Klaar. Dus Andre 3000 gaf hem een beetje die inkopper van... Dumb your shit down, dat je gaat groot worden. Slow it down. Want hij was al gewoon een hosselaar. Hij had al money, hij zag er goed uit, je weet toch? Lauw, hij is hard opgekomen ook. Dat is die ding met die man, zeg maar. Okay. Hij is serieus de man die mij, zeg maar... Ja, ik weet dat jij ook heel veel van. Ja, maar hij heeft mij naar New School getrokken, man. Ja. Ik wou daar helemaal niks van weten. Jij zat ook in, maar die tape van hem zeg maar, met hij Tugger heeft is ook... gewoon, hij heeft die chains helemaal losgebroken, man, bro. En doordat ik, was ik ook bereid om alles te gaan checken, zeg maar, man, bro. Stond ik op wat, eerst. Wat is nog, dat? Wist nog die tune van ons? Ik nam op met schorre stem. Ja, toch. Zeiden ja, van, dat, oh, hey. Zeiden dat, dit is Future. Future heeft dit ook gedaan. Ja, zeiden van, ja, ik laat het gewoon laat zo. Die, die pokoe is kaalhard. Juist, en het is goed dat je het zo hebt gelaten. Man. Ja, toch. Ja, toch. Als ik die pokoe hoor, bro, denk ik, ja, man. wat is de definitie van een geit? Of van een goat? Van een goat? Goddamn. Wow. Van een goat. Iemand die gewoon... Wat is de definitie impact, van een geit? Iemand die gewoon een bepaalde impact heeft gelaten. Iemand die gewoon een bepaalde impact... Weet je toch... Impact alleen? Ja, dat meer. Ik denk niet alleen impact. Nee, je moet, en ook je gewoon moet ook zeg maar denk ik een bepaalde track record. Vanaf hoeveel jaar mag je jezelf in die categorie, of tenminste, mag je genomineerd worden voor die categorie? Ik denk dat de mensen het gewoon, je toch moeten geven. Je kan ook binnen 2 jaar dat krijgen. Ik denk dat je wel iets langer nodig hebt om een goal te zijn. Ja, ik denk wat hij zegt, man. Ik denk dat mensen bepalen, man. Ja, maar de mensen geven je die ding. Je toch, de mensen bepalen wie... Ja, dat wel, zeg maar. Tuurlijk bepalen de mensen wie dat. Tuurlijk, zeker. Maar er zit ook, zeg maar, het woord time, toch? In, zit er ook in. Daarom, wel langer dan... Is Pop Smoke een goat? Goeie vraag. Ik denk voor mij wel, man, bro. En weet je waarom? Zou hij een goat zijn voor je als hij nog leefde? Dat denk ik ook. En als deze muziek allemaal was uitgekomen, man, bro, dan was ik lap fan nog steeds. Dat ben ik sowieso, zeg maar. Maar ja, man. En waarom, bro? Omdat hij een bepaalde New York sound
terug heeft gebracht, man, bro. Wat heel verkeerd kan vallen, zeg maar. En zeg maar, geen één tune is verkeerd gevallen. En ik weet niet of het komt omdat die is overleden. Dat daarna zijn shit lap is gemixt. En dat al die FT's zijn geregeld. Of die beats zijn aangepast. Omdat het op bepaalde dingen is wat werkte. Je weet toch? Dat weet ik niet. Dus dat zullen we ook nooit weten. Maar als dit zou uitkomen, mijn broer. En dit was die ding wat hij zou doen, broer. Dan was hij zwaar een goat, man, bro. Voor wat hij terug heeft gebracht op zo'n jonge leeftijd, man, bro. En het ook zo erg laat kloppen. Straight up. Ja. Dat is ook iets, je weet toch? En bijvoorbeeld voor heel veel mensen is extension. Is dat ook, zeg maar voor mij persoonlijk niet. Ja, snap je? Persoonlijk gewoon, je weet toch? En die no offense to nobody, zeg maar, je weet toch? Maar, en misschien omdat ik van de andere kant van die rap shit hou. Wat hij dus heeft gerepresent. En alles in één plaat. Laat staan wat hij nog meer zou doen. Dus dat gewoon, man. Dat maakt hem wel een goat, denk ik, man. Ja. Maar dus jullie willen niet, zeg maar, bijvoorbeeld, zeg maar, een tijd hangen aan, zeg maar, van je moet minimaal zo lang bezig, of je moet zoveel... Ik denk wel dat, zeg maar, een... bepaalde tijd. Ik denk, om een goat te zijn, moet je ook wel een beetje een veteraan zijn, man. Dat ik is denk, ook iets. Snap je? En veteraan zijn betekent dat je er een significant amount of time aan hebt gededicate, snap je? Ja. Dus ik zou... Ik denk dat je sowieso een minimaal een 5 jaar een professional run moet hebben. Vijf als jaar, artiest, jaar. Snap je? Ja, man. Ja. Dus dat je echt albums hebt uitgebracht, hebt getoerd. Ja. Snap je? En dat je dat, zeg maar, 5 jaar lang kunt... Als je dat 5 jaar lang consistent hebt gedaan... 5 rondjes? Ja, dan kunnen we daarna wel gaan kijken naar de feiten... om te bepalen of je in die GOAT conversation kan komen. Ja, oké. Okay. Dus 5 jaar. Wat nog meer? Want zeg maar, de meeste grote rappers die waar wij, zeg maar, echt naar opkeken, hebben allemaal gewoon een run van 5 jaar gehad, hè? 50, 5 jaar. Mm. Wayne, 5 jaar. Cool. Nee, dus Kanye, Jay, Drake, dat zijn de enige uitzonderingen, man. Hun gaan al jaren. Ja. Drake is al 10 jaar gewoon strak aan het domineren, man. Past Kendrick ook op die lijst? Of ja, niet zoals hun, hè? Niet zoals eigenlijk hun, wel, maar tegelijkertijd, zeg maar... Ook niet. Voor mij dan niet. Nee, maar dat is personally, je weet het. Maar die andere drie staan voor iedereen op die lijst, bro. Ja, man, Kendrick niet, nee, man. Ja, dus wat nog meer? 5 jaar? Ja. Dat is de eerste toer. Je moet minimaal 5 jaar albums. Albums, hoeveel albums? Ik denk minimaal 2 sowieso. Classic. Classic, ja. 2 classics. Ja. Ja, maar je kan gewoon albums hebben, maar hoeveel, je moet ook classic. Ja, minimaal 2 classics. Wat is een classic album? Wat is een classic album? Classic album is iets wat de mensen wel moeten bepalen, man. Dat kunnen we, dat, ja, zeg maar, snap je? Ja. Wat vind jij een classic album? Ik heb meerdere classic albums, snap je? Get Rich or Die Tryin' is voor mij undeniable classic. College, yeah. Dropout, undeniable classic. Ik denk Blueprint. Take undeniable care. Classic. Take care, yeah. Undeniable. Wie zet de levels? Er zijn zoveel. Gloria. Gloria. Niggas verleggen. Niggas verleggen. Groen. F-vermogen. Classic. Classic. Hey. Oh, wat? Hey. Zeker, man. Wat? Opgezwollen eigen wereld. Classic. Mixtape 2. Campy. Classic. Ik was laatst met de kassier. Ik vind classic. Don't forget. Ik vind juist mixtape 1. Ik was lost in mixtape 2, man. Wow. En de, ja, zone. Mixtape 2. De zone. Kappen, man. Ja, zo, de zone. Ja, maar, ja, maar ik was de zone tijden, man. De zone. Dans met je moeder. Wat? Dans met je moeder. Is die... Staat die op de zoon? De chauffeur. Ja. Oh ja. Best thuis, best. Oh, top, man. Ja. Zo gaan we de geschiedenis sowieso in Nekia vinden, dat weet je. Zijn er dit jaar classics albums gedropt? Voor mijn gevoel zijn 2 van mijn niggas hebben dit jaar wel... Itje. Itje en Kevin hebben volgens mij dit jaar... Itje, wow, Kevin, man, bro. Het beste werk. Kappen. Zeg maar, geleverd. Was je vergeten, man, Kevin? Geen stress. Bent er dichtbij, man. Geen stress. Shit, man. Wat jij hebt gedaan dit jaar, man, bro. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon echt pak slaag gegeven, man, bro. Je weet toch, bro, het gebeurt gewoon niet. Nou, Kevin! Nee, bro. Holla. Het gebeurt niet veel dat ik het Nederlandse album zo vaak op repeat zet. Je weet toch, dat heeft gewoon weer voor mij 1,5 jaar gebeurd. Misschien van jullie met Itje. Ja, man, broer. Zelfs dat ook, bro. Je weet toch, ik heb er ook zelf aan mogen meewerken. Dat is lauw, je weet toch. Dat Jonah voor die pokoe. Los van die tune. Goeie intro. Hey,
Hey, hey, ja, maar shit. Jonna voor die poko. Die beat was eerst van Jonna, echt. Hey, vijf. Ja. Jonna komt altijd in zulke situaties. Ja, heb je. Broer, vertel eens over Jonna. Jonna, ben je een real nigga? Ik heb je gebeld. Je hebt me gebeld. Ik heb je gezegd. Ik heb niks mee te maken. Ik weet niet pas met Jonna. Jozef, ik heb niks mee te maken, bro. Ik weet het met Jonna. Ik weet van niks. Hoe kreeg je die beat, Jonna? Ik was gewoon met Spank in de studio. Oeh, heb hem van jou geslagen. Stap ik die gierig uit met Kev. Kev wordt die met Nee, maar dit gebeurt. Ik heb het ook vaak meegemaakt. Ja, gebeurt gewoon, broer. Het gebeurt soms. Maar soms krijg jij ook, zeg maar, soms krijg jij hem ook. Toch? Zeg maar, soms kan jij ook, zeg maar, aan de andere kant, staan, toch? Van, dat jij die beat krijgt, zeg maar, van iemand die... Van wie het is gepakt. Bijvoorbeeld, zeg maar. Ik heb het persoonlijk nooit meegemaakt, maar het zou wel gewoon kunnen, man. Zeker. Ik heb het wel eens, dat je even niks moet bellen van, hey, ga je nog doen? Of, weet je dat In de Club van 50 is van die 12 was? Nou. Hey, welke beat was van Bang Bros die uiteindelijk op SFB-album kwam? Welke? Die Smooth Criminal of... Ja, klopt. Ja, man. Ja, man, dat was een Bang Bros. Die heeft die getikt voor Bang Bros. Ja, man. Op de kamp. Ja, man. Weet je hoe vaak dat is gebeurd, bro? Ja, man. We should get a little aqua for that. Vaak gebeurd. Yeah, you should take us the aqua at least once for that one. Ja, oké, dus classics albums. you just not gonna answer that? I was classics album. Classic albums. 5 jaar. Wat nog meer? Impact op de... Impact. Ja, toch? Impact, ja, man. Op impact. Wat? Culture. Impact op de industrie, op de fans, op de culture, inderdaad, man. Dat is belangrijk. En gewoon wat je verandert, zeg maar, ook. Weet toch? Bro, dat je bijvoorbeeld met die Sleepers komt, bijvoorbeeld. Ja. En dat... Tot de dag van vandaag. Ik denk, elke tijdperk heeft een goat, snap je? Ja, toch? Dat als je die pokoe draait, dat je gelijk denkt, ja, deze tijd, bro, je weet toch? Ja. Als iemand dat, zeg maar, vaak genoeg heeft met bepaalde tunes, dan boy wel tot inderdaad. Je weet toch, dat kan je dus in die albums en in die aantal jaren kun je dat inderdaad opstellen. Maar ja, is dat dan per se een goat? Je weet toch? Want ik denk wel dat nu, zeg maar, met die wave die wij, zeg maar, allemaal zijn, vanaf een beetje de nieuwe wave tot aan wat er nu nog allemaal komt, zeg maar, al die young boys die nu, al die boys die nu weer aan het kantelen zijn, want dat vind ik ook hard aan die industrie, zeg maar. Mm-hmm. Er was minder ook in jouw tijd, hè, zeg maar, toen jij 1 voor de money, 2 voor de hoes, die, je weet toch? Ik zat het laatst nog... Wat was minder, bedoel je? Toen was er minder... concurrentie, veel meer, minder rappers, bedoel je? Ik wil niet zeggen per se minder concurrentie gelijk of zo. Misschien wel voor jou, want jij was wel gewoon dat ding ook gelijk al toen ook, je weet toch? Maar er was minder... professionele concurrentie. Je weet toch? Als ik ook maar wij waren ook niet per se professioneel. Dat zeg ik net. En dat maakt jou ook het verschil met mannen die naast jou stonden in die tijd en nu. Je weet toch? Dat je nu hier met ons aan tafel zit en dat als je ons allemaal één keer belt, dat we allemaal voor je komen ook. En dat we, je weet toch? En dat is niet omdat we je dik willen zitten. Dat is gewoon, je weet toch? Love. We love you. Je weet toch? Je bent die man. Dat is een goat. Dat is een goat. Dat is een goat. Love you, bro. Love you, bro. Love you, bro. Dat is die ding, je weet toch? Er zijn niet veel mannen die dat gewoon hebben gedaan. Dus daarom zeg ik, die 5 jaar is misschien nog moeilijk. Ik zei lawyer. Maar ik weet zeker dat je aankomende album ook gewoon weer, je weet toch, gaat weer hard zijn. Ik heb een paar dingen gehoord, jongens. Oké, dan. Hij is al uit nu, hè? Hij is al uit? Het is al nu al uit. Oh, ik sta erop. Hey, applausje voor me. Ja, man. Zijn we meegegaan? Hè? Zijn we weer meegegaan? Kaats ik hem even terug. al die kinderliedjes, kerstliedjes en zo. Ik weet niet, man. Het is een beetje moeilijk de laatste tijd, man. Zeg maar, die laatste tijd, weinig niggas pakken makkelijk die 1, man. Er zijn een paar dingetjes niet op 1 gekomen die ik dacht dat makkelijk 1 zou zijn. Wat is nummer 1 gaan precies, boys? Oké dan. Huh? Ja, money is het niks. Maar money is het niks. Laten we dat voorop stellen. Nou, het draait om de impact. Uiteindelijk, zeg maar, in shows... Is ja, maar wat heb je liever? Wat heb je liever? Ja. Dat je pokoe nummer 1 staat in de charts? Ja? Of dat gewoon wanneer overal waar je gaat, in de street, kapperzaak, winkel, maar niet uit waar, dat je je pokoe overal hoort. Wat wil je liever? Want je hebt ook andersom. En beide dan? Ja, ik ben die andersom, toch, denk ik? Toch, of zeg ik iets raars? Maar bro, ik kan beide hebben, man, bro. Kijk naar, ik kom je halen. Broer, wallah, die wordt in de kapperzaak gedraaid, die wordt diep in de... Ja, sommige breken alles. In Laren thuis gedraaid, je weet toch? Dus dat wordt overal gedraaid, man, bro. Dus dat is sommige breken alles, maar
wat ik wil zeggen, zeg maar, als jij zegt, toch, Spanker, van. Je bent een vriend, zeg maar, die dan hits, grote hits hebben, zeg maar. Ik ben dan toch juist die andere kant van dat, toch, of niet? Of zeg ik iets raars? Nou, je hebt wel gewoon, inderdaad, ja, eigenlijk wel. Gewoon die muziek die misschien niet per se in de charts iets doet. Heel hoog, ja. Ja. Maar daarom vind ik het, ja, daarom. Maar wel, je hebt wel je mensen, je fanbase die, zeg maar, toch elke keer weer je muziek gaan checken. Ja. Dat is denk ik toch meer waard dan één keer nummer één gaan. Of, ja, maar 100%, man. Sowieso, man. Zeker. Ja, jouw fanbase is ook een van de trouwste van Nederland. Maar de laatste twee waren er één, toch? Nou, eerste artiest in Nederland met twee gouden albums in een jaar. Nee, zo'n nooit verder. Die moet ik maar nemen, zeg maar. Dat is niet, zeg maar, van, zeg maar, Jiggy ging die shit checken, volgens mij. Volgens mij heeft niemand dat. Nee, gewoon, dat is niet gebeurd in. Nee, gaat zeg maar, ook niet gebeuren, buiten hip-hop of. Weet je wat ik bedoel? Van niemand is sowieso zo gek om twee albums te doen in een jaar. Kalaar. Weet je toch? Kalaar. Ja, alleen ik, man. Anders, man. Ja. Maar ik heb dit jaar twee albums uitgebracht. Jonna ook. Oké. Ja. Jonna heeft net een soort Beyoncé-ding gedaan. Die ging ook iets fout, Jonna. Leg even uit, man. Wat? Je hebt toch net een plaat uit ook? Ja. Man. Nu is het misschien eventjes iets langer al, want wanneer dit shit uitkomt, natuurlijk, man. Je wou nog even eentje doen, gewoon dit jaar? Ja, man. Ik wou er even nog eentje doen. Ik had gewoon tracks liggen die gewoon voor mij deze tijd vibe hadden. Ja. En als ik ze het volgende jaar zou doen, zou het gewoon, of voor de zomer of zo, zou het minder voor mij zijn. Dus ik had ze nu liggen. Ik heb ze gewoon verzameld en uitgebracht. Blij mee? Super blij mee. Shit off your chest, zeg maar. Een soort van opgeluchte. Ja, man. Zeker, man. Ja, ja. Het was ook een soort surprise. Bijna. Jola's, ja. Motor. Surprise ging niet door. Surprise ging niet door. Maar was wel gek. Was wel een gek. Hoe zeg je dat? Een stunt, toch? Ja, stunt. Ik weet niet, man. Zit me nog steeds niet lekker, man. Nee, het is nog steeds niet lekker. Als ik moet zijn met je. Nee, man. Oké. Oké, Nederlandse goats. Wie gaat... Campy. Hef. Ronnie Flex. Nee, wacht, laten we namen afgaan en dan zeg maar, gaan we zeggen van Campy. Is Campy goat? Ja. Ja, toch? Ja. Unanimous. Ja. Oké, next. Bondi. Ja? God damn, waarom? Unanimous. Ja. Unanimous. Oké, next. Ronnie Flex. Unanimous denk ik ook wat. Ja, man. Ja, toch? Frenna. Ja, impact. Ja, man. Of zeg 100%. Ik gewoon nieuw aan tafel zit. Geitenmelk. Ja, maar je hebt grote impact, man, bro. Echt met die pokken. Gaat die pokken nog komen, boys? Welke eigenaar? Eigenaar, ja. Hey, bro. Die eigenaar heb je sowieso eruit gehad. Even voor de mensen. Nee, die gaat eruit. Hier is hij dan. Jongens. Hier is hij dan. Voor de mensen. De eigenaar. Voor de mensen. Jaël, de favoriete. Voor de mensen die niet weten, leg even uit, eigenaar. Want nu... Nee, Turk kan uitleggen, want dat was het Turkse idee. Ja. Maar zijn mentaal kan aan het appen. Zeg Tarkan, wacht even, broer, man. Hij is een stukje blazen. We hebben een kabel, als het goed is, ligt een kabel. Er ligt een kabel hier. Er ligt een kabel hier. Maar wacht, die gaan we zo blazen. We hebben nog een kwartiertje. Nederlandse goats. Dus we gaan verder. Wie nog meer? Jo Silvio. Impact, zeker. Andy, man, been winning. Skittle stacking aan mijn nek. Man, de meest gestreamde man van het jaar. Ja, man. Man, Binda. Classic album. Kevin. Ik ben geen goat. In wording. Hm? In wording voor mij. Ja, hè? Ja, man. Jawel, man. 101's. Alles, man. En nu, ik denk, dit album maakt het helemaal compleet. Ja, zeg, Kevin is op een bepaalde punt, belangrijke punt in zijn carrière nu. Zeg maar. Ja, man. Ik denk, die baard heeft het ook echt alles veranderd. Die baard, dit de whole thing, man. Die baard heeft gewoon een puntje op die... Zo volgende album heet Knotje. Laat me dat kan ik nu al verklappen, jongens. Is Spanker een goat? Tuurlijk. Zo, zeker. Waarom is Spanker een goat? Hij heeft Billy Streams daarom. Is de architect, man. Ja, maar niet alleen dat, bro. Hij is al vroeg begonnen. Bouwer. Het is echt kak om over onszelf te praten wel. Ik denk dat er maar drie mensen die komen er nu in mijn hoofd op die status als producer in Nederland hebben. Dat zijn Spank, Esco en... Ik vergeet gewoon die naam, man. Felix, man.
Ja, ik vind dat Spanker zo. Ja, ja, eigenlijk die Spanker, drie, man. Zijn die drie guys, man. Ik vind dat Spanker, zeg even, Spanker is de beste. Spanker, zeg maar niet, puur omdat Spanker heeft classics gemaakt, bro. Je weet toch, met jou. Met alle drie, man, bro. Alle drie hebben ze classics. Zeg even zelf wat jij zelf jouw sterkste punt vindt als producer. Ik denk, ook als ik zeg maar nu naar deze tafel kijk, volgens mij heb ik met iedereen wel aan deze tafel sowieso minstens goud. Toch? En dat komt, zeg maar, denk ik, doordat ik bij iedereen zeg maar in hun wereld kan gaan, toch? Zeg maar, ik denk niet dat je kan zeggen dat een beat die ik voor Fren heb gemaakt klinkt als een beat voor Hef, of een beat voor Hef klinkt als die voor Kevin. Ik word altijd boos als je beats voor Kevin slaat. Lijkt alsof Kevin je meer betaalt. Ik snap het. Wat voor koude deal hebben jullie met elkaar? Huh? Hij is buurman toch? Hij is buurman. Als hij weer brengt. Hij is buurman, hij brengt Assie af en toe. Oké. Nee, maar ik hoor wat je zegt. Ja. En kijk, één ding wat ik altijd ook tof vind, wat je gezegd hebt, en wat op mij zeg maar altijd een impact heeft gehad, is dat je toen zei van dat je ook die guy bent die heel vaak guys de eerste geeft. En dat is ook zeg maar een soort van een... ja, niet geeft. Uiteindelijk, we doen het samen. Maak zeg maar van... Dat is wel zeg maar een soort van... Het is veel moeilijker zeg maar om een guy een eerste te geven dan een guy die al zeg maar... wat was jullie eerste? Gedaan, maar het is wel echt zo, man. Huh? Ik heb nooit zo gedaan, maar het is wel echt... Wat is jullie eerste? Wat is jullie eerste? Strangers of Mistai? Famous. Famous. Strangers is wel echt een van je gekste beats ever. Zo, broer. BTS heeft het opnieuw gebruikt. Ja, man. Wie is dat? Die grootste... Die Chino Hij heeft daar een baga gehad. Hij heeft bij SMB een baga gehad. Ja, lekker, hè? Dubbel gechappen. Heb je daar gepakt ook op die money? Ja! Hoe weet Freda dit? Freda is boos. Ja! Freda is koude boos. Ja! Was die bit alleen van hem opeens. Freda denkt, I gotta give you something. Maar ik vind dat dat was wel een van... Was Strangers eerste? Met SFB, ja man. Gek. Ja, man. Maar toen was nog niet, zeg maar, Frenna alleen. Nee. Die met Frenna alleen, de eerste was... My Love, zoiets. My Love of zo. Gek. Samen met die andere boy. Maar dat was jouw eerste hit? Nee, mijn eerste hit was misschien wel met Joe, man. Ah, oh ja, natuurlijk. Ja. Wat was jouw eerste hit, Frenna? Ik weet het niet, man, bro. Flexen was mijn eerste hit, man. Nee, maar gewoon echt. Gewoon... Mainstream. Mainstream. Maar nu is Frenna ster, dit. Meisje blijft meisje, man. Ja, kan ik me wel voorstellen. Die ging echt junkie ook, hè? Ja, het is gelekt alles en zo. Hoe komt het dat jullie shit altijd lekt? Ik weet niet, man. Je weet. De hype, toch? De hype. Even serieus, Frenna. Letterlijk alles wat ik met jou heb gemaakt. Sinds SFB, sinds Strangers, sta je hier. Alles lekt, bro. Hoe kan dat? Kijk, zie je. Lid gaan in de waggie, toch, man, bro. Hoe kan dat, bro? In de waggie. Bij mij iemand in de waggie gaat lid. Je kent die persoon. Je houdt te veel van die persoon. Je kan het niet sturen. Ik weet niet, man, bro. Je moet. Ik was die echt... Ik wil Ziyech even alle pokus van iedereen. Ziyech heeft iedereen zijn album. Die man stiekem topnotch. Shout out naar die man. Ik zei laatst tegen Spanka, of niet zei ik Spanka. Ik had laatst een filmpje van hem gezien. Ik zeg jullie eerlijk, die man is misschien wel gewoon een top 10 mannetje van de wereld nu, man. Ja, hij gaat echt junkie, man. Hij heeft ook echt een specialiteit, zeg maar, je weet toch. Het is moeilijk voor jou om te zeggen, als Feyenoord, man. Ja, precies. Weet je toch? Maar zeg maar, van toen ik zeg maar... Nu kunnen we erover praten, weet je toch? Nu kunnen we erover praten. Nu kan je zeg maar checken, je weet toch? Je kan kijken, je weet toch? Nou, hij gaat junkie, man. Hij gaat echt kwijt, man. Ja, hij is echt eng. Hij gaat echt kwijt, man. Goat. Ja, ook goat. Ja, man. Zeker. Wauw. Ja, man. Hele domme clip ook met Jonna. Gekke shit, man. Wow. Ja, man. Dan bel Jonna niet, hè. Snap je? Boys, we hebben nog loodjes. Ga hem even rondsturen. Wacht even, laten we afspreken. Sorry, ik wil je niet... laten we even afspreken. Hoeveel was die money? Doezoe? Nee, Barkie. Doezoe. Ik reageerde te snel, man. Sorry. Ja, man, Doezoe, man. Ja, man. Ik reageerde kanker like that cheap guy. Nee, man, Barkie, man. Barkie 50. Was toch Barkie? Doe niet zo, boys. Kijk even om me heen. Zeg maar, je houdt alleen maar... Je liefde voor mij is evenveel als Barkie 50. Because you might choose me. You might pick me. Wil je ook Barkie 25? Hij dacht, ja.
Oké, okay, doe een beetje. Oké, 2,50 dan. 2,50. Ja, John heeft gesproken. Een mooie patta halen of iets van iemand. Niemand zegt vijf. Oké, okay, klaar. Vier barkie staat. Turk, die als eerste. Dit was allemaal voor corona opgenomen. Hartje zoomen. Wat een idee al. Dit was de eerste rookworst. Kevin heb Kashmir aan. Young Lee heeft gewoon zomaar op een vier barkje gezet, man. Bro, hey. Echt man, bro. Die man zit, ik zie die man lachen in de maar back iemand... daar zo. Hey, iemand, wie heeft hij niet gepakt? Eentje, ja, eentje te veel, toch? Nee, Murder is nog niet. Moet nog pakken jij? Ja. Oh. Thanks, man, broer. God damn. Kijk of je jezelf God damn. God damn. I got my bro chef in. Again. Oh, Frenagen. Ik heb Jonah. Oh shit. Ik heb Henker. Oh shit. Ja! Lekker, man. Ik stuur vanavond voor de link. Turk heb mij. Wie heb jij? Spijker gaat gewoon tikjes hier. Heb Kevin, wie heb jij? Murder is the case. Oké, wie heb jij? Ik hou zelf wel. Wie heb jij, Kevin? Ik ga samen, maar doe maar goed, man. Murder is the case. Spanker, wie heb jij? Jonah. En wie heb jij? PlayStation 5. Hij gaat tikjes sturen. Ik ga vanavond linken sturen. Ik heb Joost. Die jouw website. Ik heb een mooie jacuzzi. Doe niet gierig, man, Barney. Het mag ook 420 zijn. Nee, ik ben niet erg. Nee, dan gaan we als je iets lauw ziet. Wat wil je hebben, bro? Hey, Kevin de Plaat is ook hier. Eén tip. Spreker, mijn tikjes. Kijk, voor jou op... Check je later. Wat is het? 11 uur. Kijk voor jou op 11 uur. 11 uur? Wat is 11 uur? Kijk op 11 uur voor jou. Wat is dat? Kerstboom. Mm. Kerstboom? Ja, een beetje. Ja, oké, weet je wat? Doe maar 10 uur. Dior? Nee. Die bril? Tussen 10 en 11 in. Waar is dat? Waar? Ik zie het. Daar ga je. Zien we daar, die boy daar? Ja. Kevin? Ja, gaan we twee patas? Check hem. Klaar, toch, ja, man. Ja, man. Korting, soulbox, man. Wow. Oké. Okay. Oh, daar. Wat ga jij bij je voor je man? Wie heb jij gewoon gekozen? Jonah, man. Wat ga ik ook voor hem? Bruh. Love you, bruh. Love you, bruh. Je weet wat ik wil. Love you, bruh. Ja, ja. Ik weet niet wat ik hem ga geven, man. Gratis beat, hoor. Ja. Dat is hi-hat. Korting, kom. Ik kan wel vier barkie korting geven. Kan je je grazen beat sturen, hoor. Nog steeds een rip uit je lijf, Jonah. Maar ja, wel vier barkie korting. Ja, maar wat ga je bij je dan? Voor Jonah? Ja. Ik ga voor die man talented t-shirt kopen. Wat voor t-shirt? Koop die tosti-apparaat. Koop een goede, dure tosti-apparaat voor iemand. Maar die filter gelijk aan maken. Heeft hij al lang. Wat ga jij kopen, Kevin? Wie heb jij? Niet echt Frenna, man. Wat ga jij kopen, Frenna? Niet echt, man. Ja, ik weet al, veel van deze boys aan tafel gaan ze maar broodjes laten kopen. Ik weet het al. Dat is de linkse prijs, man. Even zoeken. Wie heeft mij ook alweer? Turk heeft mij, ja. Turk, zeg tegen je vrouwtje, ik ben een beetje dik geworden deze dag. Iets grotere maat. vraag Fren even wat hij van mij gedaan heeft. Wat ga je van Spank halen? Broer, Svenker, wat gaan we halen, man, broer? Je hebt elke B12 al, heb je? Ja. Hij gaat zo geen tikkie sturen, ik ken deze kloot. Nee, ik ga geen tikkie doen. Tikkie kan je niet maken. Ik haal zelf wel. Weet je wat we gaan doen? We gaan bij mij thuis of bij iemand thuis. En dan gaan we gewoon live op de rookworst Instagram. Dus dit is ook gelijk een aankondiging. En dan gaan we die shit aan elkaar geven, man. It's gonna be fun. Ja, top. It's gonna be fun. Safe. Koop beatpack. Dan moet je toch niet zeggen wat je koopt. Moet toch verrassing zijn. Ja, maar jullie gaan toch niet kopen wat jullie nu zeggen.
Ik weet van jullie. Jullie gaan in de winkel lopen. Hé, wat moet ik voor deze guy kopen? Ik heb Joost Silvio. Wat ga ik voor Joost kopen? Ik weet wel wat ik ga kopen voor Joost, denk ik, man. Maar ik ga nog niet zeggen. Ja, maar een beetje origineel allemaal, je weet guys, toch? Ik wil jullie bedanken dat jullie zijn gekomen. Ik wil jullie bedanken dat jullie zo mooi zijn aangekleed vandaag. Niet echt. Frenna doet het niet altijd. ik wil jullie bedanken dat jullie zijn gekomen. Want we hebben gechilled. Thanks for having us, man, bro. Weer. Ja, man. Ja, lobby, man. Alweer de tweede keer is het alweer. Sorry, ja, thanks, man. Sommige mensen zijn voor de vierde keer. Sommige mensen zijn voor de eerste keer hier. Sommige mensen zijn voor de tweede keer. Sommige mensen zijn voor de derde keer. Tweede keer. En sommige mensen zijn voor de negende keer hier. Moet ik het Cheffy. Cheffy kon gewoon gratis drinken hier. Hij wordt top dit. Hij dan lult hij tegen mij. Hij is co-eigenaar, broer. Hij is co-eigenaar. Ik weet dat, broer. Ik weet dat. Jongen is op iets. We moeten gaan praten, man. Broer, zijn in die afstand. Ja. Ik wil jullie bedanken, man. Frenna bedankt. Spenker bedankt. Kevin bedankt. Josilvio bedankt. Jonah Frezen bedankt. Murda bedankt. Chokuzel. Chokuzel. Hoe zeg je bedankt? Dankjewel, Casa Sabor, voor de great food, man. Ja, hoe zeg je? Hoe zeg je? Hoe zeg je? Hey, heerlijk. Wow. Hoe zeg je dat? Frenna, we kregen hem in. Dankjewel, Turk. Teşekkürederim. Hoe? Teşekkürederim. Hoe? Teşekkürler. Teşekkürler. Yeah. Teşekkürler. Oké, bedankt iedereen. Bedankt. Zijn er andere Turkse woorden die ik ken? Chokuzel. Wat nog meer? Hebben we net good? Ja. Wat nog meer? Tjus. Jara Kavilar. Wat nog meer? Ja? Wat nog meer? Hypne. En jij, Jonah? Siktergeet. Siktergeet. Amanagode, man. Amanagode. Ga lekker, boys. Ik zie nooit voor jou. Wat zeg jij even Antilliaanse woorden die ik heb, dan? Mita sinti bofalta. Hij komt gelijk diep. We gaan gelijk diep. Goeie, hè? I don't know, you had an Antillian crush back in the days. Shit. We gotta discuss this, Bianca. Praten, man. Maar, Spenker, zeg jij even iets in het Spaans? Adios. Nee, is not convincing enough, bro. Nee, ik wil jullie bedanken. Ik wil de mensen thuis ook bedanken. Ik wil Casa de Sabor bedanken. We gaan het allemaal opeten. We gaan chillen. Ik wil alle mensen aan de zijkant ook bedanken. Ik wil de fotografen bedanken, Juliana Vallen, ik wil die andere guy bedanken, alleen maar lobby, alleen maar liefde. Ik wil Joa van Greenhouse bedanken met de gekke Tante Jonko, dit gaan we sowieso allemaal oproken vandaag. Kees gaat het allemaal betalen, maak je niet druk, Joa. Alleen maar liefde, man. Thanks dat jullie zijn gekomen, volgend jaar weer een nieuwe seizoen. Tenminste hoop ik, als Kees gaat betalen, eindelijk, godverdomme. Dan gaan we nog een seizoen doen. Als Kees niet betaalt, dan is het ja, is gewoon pokoes weer. Je weet toch? Corona. Dan gaan we gewoon pokoes maken. Of we gaan gewoon, ik weet niet, dan zien we het wel. Alleen maar liefde. Fijne jaarwisseling. Fijne kerst. Alleen maar liefde, man. We love y'all. Peace. Kerstje. Nou, deze trabajos van jou en deze trabajos die jij doet, ik heb jij niet door.